Well, hello and welcome to this uh, podcast episode. I'm Annika Lucas. I um, just want to let you know that I have had several um, small setbacks, that I had a professional team recording for podcasts, and that we haven't, for several reasons, not been able to publish them. And um, so this was the prerogative of. My guests to not publish, and it's happened twice. <laughs> so um, I'm very happy to be here today. I do want to tell you I'm so grateful for all the donations that have been coming in. I just saw uh, what came in last month; um, just very generous. Thank you so much. So it's clear that your small donations are making a very big difference. So please continue if you uh, want to support this content. Content, please keep uh, sending in small donations and um, again thank you very much and i uh, um very happy today to introduce my guest so she is from Holland she is visiting um, New York so we're in New York State right now and we are going to be doing the interview in Dutch so um very happy to introduce my guest Yvonne Yvonne van hello hi thank you Will. Ja, Yvonne, het is echt heel fijn van, uh, hier met jou te zitten. Um, wij kennen elkaar een heel klein beetje, net in het begin eigenlijk van elkaar te leren kennen, ja. maar uh, hebben al wel een tijd geleden contact opgenomen de eerste keer. En uh, ik heb altijd het gevoel gehad dat jij iemand bent die ook uh, serieus genomen moet worden. Mm -hmm. Dus dat jij iemand bent wiens stem belangrijk is. En. Uh, ik zou je willen vragen om te beginnen of je eventjes een overzicht zou kunnen geven van jouw verhaal voor zij die dat nog niet kennen. Ja, ik, ik heb van mijn 60 jaar tot aan mijn 13 jaar in een netwerk gezeten. Dat was een netwerk dat echt aan satanische ritueel misbruik deed. En daar heb ik ja, toch wel een aantal jaren in gezeten. En dat gebeurde als mijn ouders van huis waren. Mijn ouders gingen geregeld naar vrienden in de buurt. En onze buren letten dan op mij. Althans, dat was de bedoeling. En wat mijn ouders niet wisten was dat uh, de, de buurman leider van het satanische netwerk was. Dus ik werd op die avonden, als mijn ouders weg waren, dat was altijd lang. Ze gingen na nou, pak een beet, kwart over acht, half negen de deur uit. En kwamen soms echt wel heel laat thuis. Soms wel half twee later. Het was in de weekenden vaak. En dan werd ik uit bed gehaald. Door de, door de buren en dan uh, werd ik uh, meegenomen naar het huis van de andere buren. En dat is dan altijd iets van dat mensen denken, hoe kan dat nou? Hè? Je, 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 de ene buurman en, en de andere buren, hè? want het waren twee gezinnen, zeg maar, die betrokken waren bij het netwerk. Maar ja, het is niet heel toevallig dat je in een trappenhuis woont, in een flat woont, zeg maar, een flat woont, met met verschillende twee gezinnen op Ehe, zo dichtbij. En dat oh, ja. was in Amsterdam ook. was in Amsterdam. En dat dat kan ook, want ja, als bepaalde mensen bij elkaar in de buurt willen wonen, dan wordt dat gewoon geregeld. Hè? Deze mensen die hebben overal posities, en als ze bij elkaar in de buurt willen wonen, dan kan dat. Dus je kan zeggen dat ik tussen twee vuren in zat. Hè? Dus ik werd naar het huis van de andere buren gebracht. En uh, nou ja, daar gebeurden eigenlijk de meest afschuwelijke dingen. Daar, ja, daar werd ik getraind, als het ware. Daar werd ik ja, opgeleid, zo kan je het ook noemen, uh, om een. Uh, ja, Om deel uit te maken van het netwerk. Ik werd daar natuurlijk, zoals iedereen begint, hè? soms waren het trouwens ook andere kinderen. Maar iedereen, ja, ik begon daar als, als slachtoffer natuurlijk. Ik ja, was dus zes, je begon jaar. Als zes jaar. Ja, ja, ik was zes en, en dan uh, werd ik in mijn piametje uit bed gehaald. En dan, ja, dan gebeurden er de meest afschuwelijke dingen. Het was uh, pijnigen, het was um, martelen, het was aan kettingen ophangen, het was onder stroom zetten. Het was verkrachtingen, altijd groepsverkrachtingen vaak ook. Dus je werd naar het um, appartement gebracht, dus de buren die op jou gingen letten. Hmm. Dus je had een, een gebouw met flats. Ja, ja. En jullie woonden in één van die flats. Ja, wij woonden op de derde verdieping. Jullie woonden op ja. één verdieping. En hmm. dan de bovenburen, of benedenburen, ja. die gingen dan op jou letten. De bovenburen letten op. En, ik, en die waren daarbij betrokken, de man, trouwens, alleen, de vader. En, uh, en dan werd ik naar, naar het appartement. Tegenover ons gelegen gebracht, die, die mensen waren er ook bij betrokken. En dit tweed. waren allemaal mensen die zo gezegd bevriend waren met, jullie, met jouw ouders? Nou, de naaste buren niet zo, maar de bovenburen wel, zeg maar. Dat waren echt ken goede kennis van mijn ouders. Oh. En, dus mijn ouders waren in de veronderstelling dat het wel goed zat hè, als uh, mijn buur de buurvrouw een oogje in het zeil hield. Ja, die, die, die waren zich gewoon geen kwaad bewust. En dan, ja. Dan was ik hele avonden daar en er stond natuurlijk ook altijd iemand op de uitkijk. Hè? Die, uh, ja, die gewoon moest kijken wanneer mijn ouders weer thuis kwamen. Want de ene keer was dat om één uur en de andere keer was dat om twee uur. Maar dat werd natuurlijk wel. Het waren lange avonden. Ja, en daar gebeurden eigenlijk de meest afschuwelijke dingen. En, maar het was niet alleen daar. Soms werd ik ook incidenteel naar andere locaties toegebracht. En daar vonden ja, veel ergere dingen plaats. Daar waren ceremonies. En daar waren ook, uh, werden ook kinderen geofferd, vaak baby's. Er waren ook van, soms van die wilde feestpartijen waarin iedereen die daar aanwezig was ja, onder invloed was, zeg maar. En daar vonden eigenlijk de meest, nog veel ergere dingen plaats. Dat was natuurlijk ook zo bij de buren, maar vooral op die plekken was het, ja, was het echt vreselijk, afschuwelijk. Dus, dus het wisselde wel. Dus soms werd ik ergens anders ook heen gebracht. En dat heb ik nou ja, van mijn zesde tot aan mijn dertiende jaar ingezeten. Zonder dat mijn ouders het gemerkt hebben. Hè. Want dat is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die hier geen verstand van hebben. Dus ik probeer het altijd toe te lichten hoe dat werkt. Maar ze hebben zulke methodes om je, om je te doen zwijgen om je te doen laten zwijgen dat, dat je. Ik leg het altijd uit alsof ik uit twee personen bestond. Hè? Ik was de Yvonne zeg maar, in het netwerk, wat al die gruwelijkheden moest ondergaan. En ik was ook een gewone Yvonne zeg maar, in het dagelijks leven. En de gewone Yvonne die onwaarschijnlijk gewoon functioneerde. Met vriendjes op school en naar school ging en zo. En, uh, en dat waren de methodes die dat ook gewoon teweeg brachten. Hè? Dat, dat was uh, uh, de martelingen, het programmeren wat ze deden. Waardoor je... Ja, dat hele stuk was weg uit mijn geheugen, zeg maar, mijn bewustzijn. Dus ik kon ook functioneren overdag. Natuurlijk waren er heel veel dingen hè, waardoor je gewoon wel wist dat er heel veel aan de hand was. Maar dat liet ik niet merken. En, en in dat netwerk merkte ik wel al snel dat ik, uh, ja, dat ik belangrijk werd voor ze. Ik, uh, ze ontdekten dat ik bepaalde eigenschappen had, bepaalde talenten had. Hè, want je moet je voorstellen, in zo'n netwerk... Uh, Wordt het kaf van het koren gescheiden. Hè? De, de talentvolle kinderen die zijn heel belangrijk. En dat zijn kinderen. Ik was bijvoorbeeld. Uh, ik was heel sterk. Ik was, ik was sterker dan een gemiddelde uh, kind. Ik kon dus de martelingen langer volhouden. Dat vonden ze erg interessant. Ik, uh, ik zag er leuk uit. Ook belangrijk. Ik was intelligent kind. Dat vonden ze ook belangrijk. En ik kon heel goed mensen lezen. Mensen doorzien. En dat vonden ze ontzettend interessant. Dus in die zin had ik wel een streepje voor. Kon ik wel. Uh, merken dat ik al vrij snel belangrijk voor ze werd. Ja. Betekent niet dat ik niks moest ondergaan. Hè? Ik, ja. ik onderging dezelfde hel, zeg maar, ja. en net als de ja. andere kinderen. Maar ze gingen jou gebruiken? Ja, ze hadden wel, wel plannen om, om inderdaad uh, om, uh, van alles. Ze hadden wel grootste plannen met mij. Ja. Maar uh, kunnen we eerst eventjes beginnen? Uh, dus inderdaad. Uh, er zijn foltertechnieken en mijn eerste keer dat ik in het netwerk was uh, ben ik meteen ook uh, heel heel stevig bedreigd omdat ik niks ja. zou zeggen. Hmm. Um, en dan heb ik toch nog gep geprobeerd van iets te zeggen, ja. maar later had ik die foltertechnieken, um, werden die ook op mij toegepast mm -hmm. en dan was ik inderdaad helemaal gesplitst ja. en dat is trouwens ook iets waar kinderen voor gekozen worden, de, de, ja. hoe dat ze kunnen, hoe goed ja. dat ze kunnen splitsen ja. als ze gefolterd worden. Ja. Um, dus herinner jij je toevallig de eerste maal dat de buren je meegenomen hebben en wat ze dan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat jij niks zou zeggen tegen je ouders? De echte eerste keer kan ik me niet herinneren, dat ik echt zeg de eerste keer. Ik kan me wel herinneren dat ik daarheen gebracht werd en... Ik denk de, op zich al de gruwelijkheden moeten ondergaan, zeg maar. Hè. Het onder stroom ook zetten, het, het uh, indoctrineren wat ze doen. Maar ook het kijken naar het lijden van andere kinderen. Is vaak al voldoende. Um, wat ik overigens soms nog erger vond. Hè. Ja, Want um, als je zelf gemarteld wordt, dan uh, op een gegeven moment stap je uit je hoofd, uit je lijf. En dan uh, je splits je splits jezelf af. En daardoor kan je het volhouden. Hè? Maar als je moet kijken, als je toe moet kijken, dan lukt dat niet. Je komt, bereikt niet dat punt waarin je het niet meer aan kan. Dus... Je hebt geen controle meer. Nee, dus je moet kijken. En je mocht, we mochten niet ons hoofd afwenden. dus je moest kijken. Dus als je die afschuwelijke dingen ziet dan en, en ook hoe ze je pijnigen, dan automatisch hou je je mond. En de programmering, dat is het ook vooral. De programmering. Daar wil ik eigenlijk op inspelen. Ja. Hoe heb ze je geprogrammeerd dat je niet alleen niet herinnerde, maar dat je nooit eraan zou denken van iets uh, te zeggen tegen je ouders of van um, ja iets. Je, ben, je was maar zes jaar oud, dus van te zeggen misschien. Um, ze hebben me pijn gedaan, of uh, ik, 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 ja. ik, ik, ik vind die buur niet leuk, of die buurman niet leuk, of zoiets. Uh, maar ik wist, die... ik wist overdag helemaal niet. Je wist ik was het helemaal overdag, niet. Was ik, niet wist ik, wist, ik had wel angst en zo, ja. maar ik wist overdag helemaal niet eens dat ik daar straks heen gebracht werd. En natuurlijk had ik, als ik die deur zag en als ik die buren zag, angsten. Maar het was zo uit mijn systeem, zeg maar, ja, ja, ja. Waar, dat ik het daardoor niet eens wist. En ze gebruikten bijvoorbeeld. Um, uh, bandrecorders, hè? zo heette dat toen nog, hè? Met, ja. met oude bandrecorders ja. van die grote. Ja. En daar werden altijd boodschappen op afgedraaid, weet je wel? Daar, uh, oh. en, da en daar um, dan werd er ook op je ingepraat, weet je? En dus dan moest je luisteren naar ja, boodschappen ja, 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 ja. En, van een en bandrecorder ja. terwijl dat je bij de buren zat? Ja, en felle lichten werden er in mijn ogen geschenen. En, en nou, en dus, boodschappen. En herinner je een van die boodschappen? Nee, niet echt, maar ik weet wel dat ze het altijd gebruikten. Dat ik altijd. Uh, bij, bij programmeren werd het wel vaak gebruikt. Ja, ja, ja. En ja, je, je zit daar een aantal jaren in en dat klinkt raar, maar het wordt ook een beetje. Het is jouw leven hè? En je bent nog maar zes hè? Dus, ja. Dus, en ik had geluk, het geluk dat ik wel uit een gewoon gezin kwam. En, ze moesten daar alleen wel heel voorzichtig mee zijn, hè? want ja, mijn ja. ouders wisten natuurlijk niks. Ja. En dus, er werd van met mij wel heel erg opgelet dat ze niet te veel sporen lieten natuurlijk, hè. Ja. bij andere kinderen waarvan hun ouders het wisten, hoefden ze niet zo voorzichtig te zijn. Inderdaad, ja. Maar bij mij moesten ze extra voorzichtig zijn. Ja, dat was dus mijn geval, hè, dat ze ja. met mij niet voorzichtig moesten zijn. Dat hoefde niet bij jou. Want mijn moeder was er sowieso, uh, ja. ging... Um, ermee omgaan, ja. hoe dat zij uh, uh, koos. Maar um, dus dan heb, we hebben daarover gesproken dat uh, het feit. Dus yes, jij hebt heel uh, lichtblauwe ogen, hmm. dus ik weet dat dat voor het netwerk. Groen. Het is groen, of ze zeggen? Oké, okay, ze zien er blauw okay. uit. <laughs> um, dus um, ik weet dat het als toen ik als kind um, in het netwerk zat. Um, niet in België zozeer, daar gaven ze helemaal mm. niet om mij, want was ik een wegwerpkind. Maar daarna, voor het internationale netwerk, was er een probleem met het feit dat ik bruine ogen had. Ja. En bruin haar. Dus um, het was heel belangrijk voor hen dat je blauwe ogen had en, ja, en blond haar. Ja. En jij had dus uh, blauwe ja. ogen en blond ja. haar. En dus dat ja, was een ik oog... had hele lichte ogen en blond haar. En dat was ook precies de reden waarom uh, ze mij ook uitkozen om uit bed te halen. Want al de, bijna alle kinderen waren daar blond en hadden lichte ogen. Um, ze hebben een bepaalde ideologie, het netwerk van Een, na een nazi-ideologie. Ja, 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 het is een ideologie, ideologie van de nazi. Daar stamt ja. het ook in feite van af, hè. Het is ja. gemoderniseerd uiteindelijk door ze. Ja. Maar dus, dus de blonde haar en, en lichte ogen, daar waren de meeste kinderen van. Dat was ook de reden waarom mijn broers gewoon nooit slachtoffer zijn geworden en ik wel. Die omdat die zijn, jouw, mijn broers zijn jouw, donker, ze zijn, zijn, oh, zijn veel donkerder. En ik niet, dus ja, ik was... En jij bent ook een meisje, dat is misschien ook belangrijk. Ja, ook meer waard, sowieso. Maar... Meer waard voor de verkrachtingen dan? Ja, ja, daar hebben ze meer aan. Dus dan, dan hebben ze jou ook verkocht en zo? Nou, dat niet zozeer, ik bleef wel binnen het netwerk. Maar er waren wel bepaalde regels, uh, hoe, hoe met mij om te gaan. Ja, en... Je begint natuurlijk in zo'n netwerk als slachtoffer, net als iedereen. Ja. En, en de bedoeling is natuurlijk dat je in de loop van de jaren omgeturnd wordt, hè, getransformeerd wordt naar dader. En dat je uiteindelijk deel uitmaakt van het netwerk en net zo wordt als zij. Dus zij hadden je eigenlijk uitgekozen, eerst voor je blauwe ogen. En dan zei je, um, je hebt die gave, ik noem dat een gave, ik heb uh, zelf uh, meegemaakt. Uh, ik heb zelf uh, jouw gave ervaren dat jij iets opgemerkt had dat ik zelf niet had opgemerkt en mm -hmm. dat was heel belangrijk. Ja. Dus het feit dat jij, dus mensen helemaal kan doorzien en daar de waarheid kan zien van een persoon, door alle mm -hmm. complexiteiten en leugens door, uh, uiteraard een heel belangrijke gave. Ja. Um, en ik, ik heb dat in actie gezien, dus ik kan, ik kan beamen dat je dat inderdaad hebt. Dus inderdaad, um, in het algemeen, in het, in het, we zeggen het netwerk, um, dus die, die, um, die, die gaven zijn belangrijk. Ja. Maar nu spreken we over het netwerk waar jij in zat. Ja. Dus het was in Amsterdam. Ja. En um, het is niet echt gewoon de buren natuurlijk. Want? Kijk, nee, het, kijk, het zijn de buren. Maar ja, het zijn ook weer niet de gewone buren natuurlijk. Kijk, ze, die, deze mensen hebben natuurlijk een gewoon leven en een gewoon gezin. Maar ondertussen zijn ze. Satanisch, satanisten. Zij zijn het gewoon. Ja, ik noem het nooit satanisten. Omdat ik ken. Er zijn natuurlijk ook wel satanisten. die mensen die zichzelf satanist noemen. die echt niet aan ritueel, satanisch ritueel misbruik doen. Dat is waar. Dus daarom heel ben je daar heel voorzichtig mee. Ja. Uh, en, die zijn, uh, en die hebben niet van die rare, kromme ideeën. Dus ik noem het meer ja, complete sadisten met een bepaalde ideologie. Sadisten die, uh, met een bepaalde ja. ideologie. En, en het is de macht, hè, ze willen de macht hebben. Dat ja. zit er natuurlijk achter, hè. Er zit natuurlijk veel achter. Ja, en dus gewoonlijk hoe het werkt, is dat uh, mensen van een lokaal netwerk, dat die hmm. met hoger geplaatste ja. Ja. Uh, mensen connecteren door deze praktijken, ja. door de kinderen. Ofwel door de kinderen ja. um, weg te geven, um, ofwel door ja, um, bepaalde rituelen op te zetten, maar in eer van een gast die, die belangrijker is. Mm -hmm. Nou, er waren natuurlijk wel altijd mensen, er waren wel hoge plaatsen bij betrokken, sowieso, in, uh, uh, bij, in, in het netwerk waarin ik zat, zeker weten. Een uh, uh, politicus, uh, ze, ze waren er waren echt nog wel meer mensen. Alleen ze, wat het vervelende voor hun waarschijnlijk was: ze konden mij niet. Zoals bij jou, ze konden mij niet meenemen. Hè? Ze ja. konden mij niet zomaar een paar dagen meenemen. Ja. Of, een, of een week meenemen. En dan ergens anders uh, mij ja. laten gebruiken, misbruiken ja. en zo. Ja. Dus, want dan hadden mijn ouders het gemerkt. Ja. En misschien waren ze dat wel van plan. Dat zou heel goed kunnen. Van je uiteindelijk helemaal ja. te kidnappen. Ja, misschien wel. Want uh, dat, dat idee, dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Dat, maar dat is nooit zo ver gekomen. Weet je, dat, dat is gewoon niet gebeurd omdat ik op een gegeven moment eruit was om mijn netjnie jaar. Ja, dus je hebt er een beetje over gesproken, maar het lijkt heel uh, dramatisch. Uh, het lijkt heel dramatisch. Kan jij een beetje, dus je vertelt een beetje wat er gebeurd is in het netwerk. En als ik het goed begrijp, als zesjarige hebben ze jou uitgekozen voor je ogen eerst, maar is voor mijn uiterlijk, ja, is voor ja, mijn uiterlijk. Ja, ja, ja. En dan daarna uh, gaven. Dus dan hebben ze moeten beslissen dat jij een rol zou hebben. Mm -hmm. Want ze hadden zo weinig eigenlijk toegang tot jou. Dus moesten ze je gebruiken zoals ze dat konden. Ja. Dus dat was dan eigenlijk vervelend in een zekere zin ja, voor hen. Zeker. Maar ze gingen dat dan toch doen ja. omdat ze plannen hadden. Ja, ze hadden wel. Het was niet concreet. Het was niet concreet. Uh, het is niet zo dat ik op die leeftijd wist wat ze met mij van plan waren. Maar dat ze bedoelingen hadden dat ik wel door zou stoten, hoger in de hiërarchie. Dat heb ik wel gemerkt. Ja. En als kind uh, weet je dat ook. Hè? Je weet dat yeah. je anders behandeld wordt yeah. als de anderen. Yeah. Dat je bepaalde talenten hebt en, en dat je daardoor anders behandeld wordt. Ja, je hebt er eventjes over gesproken. En um, ik zou er nog heel veel meer over willen spreken. Want het is natuurlijk. Ik kan me inbeelden dat. Het is gevoelig van erover te spreken. En ik heb dat zelf ook gehad mm. toen ik plotseling. Werd uitgekozen voor het internationale netwerk. Mm -hmm. En dan ging ik een ster worden. En dan werd, dan werd ik uh, al behandeld als een ster. Mm -hmm. uh, ook door de daders. <laughs> ook al ja. was er dan ja. nog uh, seks en zo met de daders. Ja. Ja. zag ik zelf niet meer dat het verkeerd was van hen. Voelde ik mij dat ik erbij hoorde. Want ik was helemaal verkocht aan het feit dat ik plotseling uh, heel als heel speciaal uh, behandeld werd, terwijl dat ja. ervoor verschrikkelijk was. Ja. En plotseling was ik, ja. had ik een soort van, kreeg ik een soort van uh, zelfdunk, een mm -hmm. valse zelfdunk, door het feit dat iedereen ja. plotseling mij die aandacht gaf die ik als, ja. als kind nooit gekregen had. Niet van mijn ja. moeder, niet van mijn stiefvader, ja. dus plotseling krijg ik die aandacht ja. En dat was echt het idee van, van een, een, een narcist van mij te maken. Mm -hmm. En dat was ook, denk ik, redelijk goed gelukt uh, van 9 tot 10 jaar. Dat is niet ja, ja, echt ja, narcisme, ja, ja. maar toch wel als negenjarige, van al die aandacht te krijgen. Van uh, mensen bezig zijn met mij en men, mijn speciale gaven zien. En, en, en het was allemaal voor hen om dat allemaal te gebruiken, maar voor mij was het. Een droom ja. die waar werd. Ja. Dus ik kan me, kan me inbeelden dat de, ja. die, als je dan... Maar nou, zover voelt... ging het niet bij mij, zoals bij jou? Nee, maar uh, je voelde dat je, je een hogere plaats ja. had in de hiërarchie. Ja, dat wist ik natuurlijk. En dat en, is moeilijk. En vergeet niet dat, dat, dat je als je daarin zit, dat je ook alles doet om te overleven. Toen en dat jij merkt, ik merkte, als jij een bepaalde uh, uh, positie hebt in, in het netwerk, dan. Dan maak je daar ook gewoon gebruik van. En misschien... Hè, dat weet je. Dus, dus je weet dat je daardoor ook veilig bent. Mijn talenten betekenden ook dat ik veilig was. Dat ik niet zou sterven op dat moment. Dat weet je. En, en natuurlijk is het dan zo dat je... Eh, je krijgt natuurlijk ook het traject dat je op een gegeven moment steeds verder moet en steeds verder moet. Hè. En het begint bij het martelen van dieren en uiteindelijk moet je kinderen. En, uh, en herinner uh, je dat nog toen dat, dat begonnen ja. is? Ik weet nog uh, goed, dat was dan. Uh, en was je toen nog heel jong, zes jaar? Ja, ik, was, uh, ik werd vaak ook uh, naar, naar mijn school gebracht, zeg maar. Daar waren ook daders bij betrokken. Dat was in, in de nachtelijke uren, in de avonduren. Dus naar je school? Ja, dus moet je je voorstellen dat, dat je overdag dus naar die school moet zijn? Ben, oh hè, als kind, en dat je dus in de avonduren of s'nachts daar soms moet zijn voor. Heel dus er waren mensen van de ja. school betrokken ja. bij het netwerk? Ja. Ja. ja, niet allemaal gelukkig, hè? maar uh, ja. Ja. er was een directeur bij betrokken, en er was een, uh, een leerkracht bij betrokken en een conciërge. En dat gebeurde niet heel, heel vaak hoor, maar ja, dat gebeurde af en toe. En dan. Uh, ik weet nog dat, we daar, dat ik daarin. Hè, er waren altijd andere kinderen aanwezig. Hè? Bij de buren was ik soms ook alleen, maar over het algemeen, waar, de, waar ik ook kwam, er waren ook altijd andere kinderen. En ik weet nog dat, dat ik daar uh, voor het eerst ook uh, um, een, een, een dier moest doden, een konijn moest doden. En dat is gewoon... In dat, de school? Ja, de, in de handenarbeidlokaal had je hele grote... Um, ja, weet je wel, soort stenen en zo. En daar... Mm, mm. En dat, zo begint het natuurlijk. Hè. Het begint met... Maar toch, dus jij werd dan geforceerd en jij en andere kinderen. ...werden dan allemaal geforceerd, want dat is mij ook overkomen, met konijntjes ook. Ja, daarmee moet je beginnen, hè. dat is, mm -hmm. tenminste, ik weet niet hoe het bij jou ging, maar daar begin je mee, met dieren. Mm -hmm. en, en natuurlijk ook te kijken wat je, wat je aan kan, hè, wat je, wat je, wat je kan, en, ja. en je wordt gepusht. Ja. En, en was er iets speciaal, want in mijn geval bijvoorbeeld met de konijnen... ...gaven ze een mes, en ja, ja. dan zeiden ja. en, nu, en nu, ge, nu heb je de keuze. Ja. Ja. Dus eerst zei ze, nu heb je de keuze, ja. jij of het konijn. Ja. En dus alle andere kinderen, ja. ik was er al doorgegaan, dus ik wist al wat ze zeggen. Je doet het. Maar de andere kinderen zeiden allemaal eerst dat ze het leven van het konijntje wilden besparen. Nou, het gekke is dat je dat wel, ik wilde dat wel, maar ik wist ook, soms deed ik wel dingen... Waarvan ik wist dat ze het wilden horen. En dat had te maken met dat, dat ik dat wel kon doorzien. Dus ik deed soms ook dingen. Natuurlijk had ik heel erg angst. Maar soms deed ik ook maar gewoon dingen. omdat ik wist dat is de enige manier waarop ik kon blijven leven en veilig was. Ja, en dat was dus. Die keuze was in elk geval nooit een echte keuze. Maar dat was de indoctrinatie. Ja. Dat, dat was hoe ze deden. Dus ik was zoals jij, ik wist het al. Ja. Dus ik heb meteen al gekozen ja. om het Precies. konijn te doden, omdat ik niet wilde doorstaan, wat de andere kinderen dan wel hebben als je doorstaan. Weet, als je het niet doet, dat het nog erger wordt. Dat het nog erger wordt, en dan moeten ze het uiteindelijk toch doen. Ja. En dus alle kinderen hebben uh, die avond een konijntje gedood. Ja. Maar eerst door dat verschrikkelijke, traumatiserende. Ja. Uh, die indoctrinatie van en dan voel je je zo schuldig. Ja. Dus voor mij, ik was er al voorbij. Ik had het al. Dat was niet de eerste maal voor mij. Mm -hmm. Dus ik wist het al. En dus, maar dan werd ik ook getoond aan de andere kinderen. Als een voorbeeld van: kijk, wij houden van jouw keuzes. En, en dan moet je maar eerst gaan ook. Dat was ja. ook hoe ja. dat, dat dan werd tegen mij ja. gebruikt. Het feit dat ik dan. Er werd ook ja, en, en er werd ook heel vaak gezegd. Ik, ik, ik beschrijf wel wat je bedoelt. Er werd ook heel vaak gezegd van, uh, ook tegen andere kinderen dat ik was dan echt slecht, zeiden ze. ze en ze dachten natuurlijk ook dat ik echt slecht was. En dat was. was voor hen was dat heel goed. En dat was voor hen heel goed. Alleen ik deed soms ook dingen dat ik helemaal niet natuurlijk slecht was. Alleen ik. ik het is ook iets wat je een spel wat je meest moet spelen. Waardoor je veilig blijft en waardoor je... Dus dat is wel iets wat je op een gegeven moment gaat doen. En zeker als je wat ouder wordt, hè, dat, je, dat, je, dat je daarop anticipeert, zeg maar. Maar voelde je dan binnen in jezelf dat je ook heel slecht was? Nou, in het begin misschien niet, maar uiteindelijk wel. Uiteindelijk... Heb je wel dat gevoel natuurlijk? Want je moet wel hele, hele slechte dingen doen. Dus je gaat op een gegeven moment, en als dat maar vaak genoeg tegen je gezegd wordt ook, hè, ja, ja, ja. dan ga je ook slecht voelen. Ja. En je doet ook slechte dingen, laten we eerlijk zijn. Ja, ja. Dus ik heb, denk ik, tot aan mijn verwerkingsproces, toen ik daar met mijn 33 mee begon, gedacht dat ik kwam, maar altijd zo'n diep stemmetje dat je slecht bent. Mm -hmm. Weet je? Ja, ik ken die stem wel Ja, <laughs> dus, dus natuurlijk neemt dat bezit van je. Dat is gewoon een feit. En dat begint met dieren, en dat, en dat gaat verder. En dan kom je bij kinderen. En alleen wat ik heel lastig uitleggen vind, is dat je dat heel moeilijk vindt om te doen. Ik, ik, ik praat ook veel met andere slachtoffers geregeld. En, en, en de worsteling die je hebt is. ...dat je dingen moet doen die je niet wil doen hè? bij andere kinderen. Hè? Want je transformeerde je, je natuurlijk ook naar dader. Dus soms ben je slachtoffer, soms ben je dader. Je ja. bent blij dat je even geen slachtoffer bent. Ja. Hè? Laten we eerlijk zijn, dat is een ja. natuurlijk iets wat ieder mens heeft. Mm -hmm. En uiteindelijk kom je dan op zo'n punt... ...dat je dingen moet doen die je niet wil doen... ...maar toch doet omdat je veilig wil zijn, omdat je wil overleven. Mm -hmm. Maar je komt ook op een punt... Dat je de donkere kant in jezelf gaat zien. Als je, maar, als je maar vanaf jongs af aan geïndoctrineerd wordt. En als die. Iedereen heeft een donkere en een lichtere kant in zich van ja. nature. En als die donkere kant constant gestimuleerd wordt door ja. daar te leven, dan bereik je een kantelpunt. En dat kantelpunt, als je dat bereikt, dan kom je, dan kom je dus op een punt dat je. Soms zelfs als je iets moet doen, op een bepaalde manier kan van genieten. En dat is heel moeilijk uit te leggen aan mensen die dat niet kennen. Uh -huh. En daar schrik je van. En uiteindelijk is dat waar ze je willen hebben. Tuurlijk. Het is een punt waar ze je willen hebben. Tuurlijk. Dat is, dan word je een van. Dan een ben van je. Hen. Wel, dan, dan wordt het echt moeilijk. Want als kind kan je natuurlijk nooit. Het is hetzelfde als met. Uh, Toen een kind verkracht wordt. Uh -huh. Maar gaat in. Freeze mode ja. in de trauma. En het bloed vloeit trager en er zijn hormonen mm -hmm. en je bent helemaal haar en je voelt geen pijn, mm -hmm. want dat is de, de, het overlevingsmechanisme mm -hmm. in je lichaam. Maar je voelt plezier. Dus je kan dat als kind nooit onderscheiden dat je plezier hebt gevoeld, nee. maar dat je ook de, dat niet wilde. Maar ik denk dat dat hetzelfde is. Dat als wij geforceerd worden om. Uh, moord te plegen. Mm. Dat in dat proces worden we geleid om het ene kanaal te gebruiken van alle frustratie, van alles wat ons is aangedaan, ja. van er eventjes vanaf te geraken. Ja. Op, de, op de meest uh, de manier. Je bent blij dat jij, dat jij even de regie hebt, zeg maar. Weet je dat je. Um, en tegelijkertijd is dat een ontzettend gevoel in jezelf wat verschrikkelijk is. Ja. En ik weet dat heel veel slachtoffers dat nou niet naar dat gevoel willen. Nee. Iedereen wil graag. Natuurlijk heb je, je hebt het allebei, hè? je vindt het verschrikkelijk wat je moet doen en je voelt je ja. schuldig en je wil het niet doen. Ja. Maar er zijn ook die andere momenten. Wel, er zijn die momenten waar je eigenlijk door het fysieke feit van wat je doet, mm -hmm. en de projectie die je nodig hebt om het te kunnen doen. Want dat is hoe het met mij gegaan is, dat ik uh, moest projecteren, soms, soms niet, soms mm -hmm. wel. Maar als ik moest projecteren, dan, dat was dan eigenlijk hoe, net hoe daders ook functioneren. Ja, van op dat ogenblik alles van mij af te kunnen zetten en van heel eventjes de vrijheid te voelen. Ja, precies de vrijheid, de regie hebben, de... De, de macht te hebben. Ja. En dat is een heel. Um, en dat gebeurt niet meteen natuurlijk. Hè? Dat is, als je maar genoeg en lang genoeg daarin zit, dan transformeer je natuurlijk een stukje, beetje bij beetje. Hè? Transformeer je. Dat is, dat is ook waardoor ze natuurlijk steeds nieuwe aanwas houden. Hè? Ik bedoel. Maar ik denk dat dat toch hetzelfde is als een kind dat verkracht wordt en denkt dat, dat ze het fijn vindt, omdat haar lichaam op een zekere manier reageert. Reageert. Ja. Dus als je dan in die baan geleid wordt, in een ja. heel nauwe baan geleid ja. wordt en je moet gaan doden. Ja. En je hebt dezelfde elatie, laat ons zeggen, hè, want het is een high... Ja. Als, uh, als zij die ver, verslaafd zijn aan ja. het doden. Je hebt dezelfde, uh, hetzelfde gevoel, ja. dezelfde gevoel van opluchting en vrijheid, omdat je eventjes alles wat jou ooit is aangedaan. Ja. Is allemaal van je weg, want het gaat ja. allemaal nu naar dat ja. slachtoffer toe. En je wordt gecomplimenteerd als je zo doet, hè? Je ja. Wordt... Maar je, je hebt dan, dan dat ongelooflijk gevoel. En dan in dat gevoel kan je ook als kind, denk ik, niet zeggen: ik wilde dit niet. Nee, dat kan je ook niet zeggen. En dat is nu net het grote probleem, denk ik. Ja, en dat is ook de worsteling waar je. Um, dat is ook dat gevoel, wat volgens mij alle slachtoffers hebben. Of, of overlevers, hoe je het ook noemen wil. Ik ben nooit zo moeilijk in hoe je het noemt. Maar dat is ook wat bijna alle, alle overlevers hebben. Hè? Van, eh, het diepe gevoel in zichzelf hebben dat je slecht bent. Wat, hè, wat je in, in principe, zolang je nog niet aan het verwerken toe bent gekomen, met je meedraagt. Hè? Ja, dat dat komt daar vandaan. Dat komt daar vandaan. Van de dingen die je hebt moeten doen. Maar niet alleen van de dingen die je met hen moet doen. Maar ook de momenten dat je. Dat je inderdaad blij was dat je de regie even kon overnemen. Ja. Weet je? En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want je gaat je dan ook slecht voelen. Ja. ja. En, en dat, dat is niet altijd, dat... hè? Maar dat, die momenten ja. heb je. Ja, ja. ja. Dan en... nou is het net alsof je dat altijd hebt. Nee, zo is het niet. Maar die momenten heb je. Ja. Denk je dat de daders het wel altijd hebben? Al, ja, ik. Kijk. Waarom ik het niet altijd had, en, en jij ook niet altijd had, omdat wij natuurlijk nog in ontwikkeling waren, wij waren nog kinderen. Maar als jij daar, als ik daar nog zes, zeven jaar langer in had gezeten, dan was ik. Dan weet ik niet of ik zo makkelijk eruit had kunnen stappen. Misschien wel, misschien had ik genoeg licht in me om het wel te kunnen. Ja. Maar het is zo moeilijk om mensen uit te leggen dat, dat als je daar zo verweven mee bent, ja. hè, dan om daar los van te raken, eigenlijk. Ja, ja. dat is heel moeilijk. Uiteraard, ja. En ik had toch de geluk dat ik een thuisbasis had. Een liefdevol thuis. Maar als, dus als ik het al heb, hè, wat moeten dan wel niet de kinderen hè, ja. en de volwassenen die daarvan, waar hun hele familie, hun ouders ook in zitten? Ja. Als je niks anders kent. Ja. ja, en toch gebeurt dat. Ja, maar zoveel licht hebben ze dus in zich ja. dat ze dat kunnen overwinnen. ...dat ze er toch uit moeten. Ja. En dat vinden ze lastig... ...want dan moeten ze ze weer terug. Hè, want ze blijven die, die, hè, dat switchen. Maar ik vind dat heel knap. Natuurlijk, ja. En was er ook iets in jou... ...dat je denkt dat jij altijd... ...wist dat je er niet zou inblijven? Of wat is, hoe, hoe is het eigenlijk gekomen? Dat ik eruit raak? Ja. Nou, ik, kijk, ik was belangrijk voor ze. En ze hadden grote plannen. Maar uiteindelijk... Ik, ik, ik was een soort kleine Sherlock Holmes en ik was altijd op onderzoek en ik was nieuwsgierig en ik wilde weten hoe dingen zaten. Dus ik ontdekte dan een heleboel dingen die ik niet mocht weten. Ik ging bijvoorbeeld beneden bij ons in de berging, daar hadden de buren een berging. Hè? En, uh, en daar, stonden, al, daar stond alle, stonden alle spullen bijvoorbeeld hè? voor het netwerk, die ze dan meenamen als we dus naar een andere locatie moesten of zo, weet je wel. En dat ontdekte ik en daar ging ik vragen over stellen. En wat voor spullen waren dat dan? Oh, dat waren de koffers met, uh, met allerlei uh, apparatuur en dingen en dekens. Met de, uh, en, uh, de, voor, en, oh, voor de elektrocus? Ja, al, er was, stond van alles. En, uh, en er lagen ook dekens. En, uh, ik werd daar soms ook wel eens alleen verkracht door de buurman. Als ik gewoon zin had om mij alleen daar uh, mee naartoe te nemen. Daar waren er dekens? Daar waren ook dekens. En nou, dat ontdekte ik. Ik ging daar vragen over stellen en, uh, aan, 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 weet ik nog wel, een van de buurmeisjes. En daarna ontdekte ik ook dat ze een dekmantel hadden bij ons, achter ons huis. Dat was een kleine schoenmakerij. Hè. En, uh, en dat fungeerde in die tijd, we hadden natuurlijk nog geen internet, dat fungeerde als dekmantel. Dus het was een, leek een gewone schoenmakerij, een gewone winkel, dat was een dekmantel. Wow. En, uh, en ik weet nog dat ik daar naar binnen ging. En ik, ik ging, ik wist... Dat was dus mijn talent. Ik, ik, ik keek naar die winkel en ik wist dat daar iets heel belangrijks gebeurde. Mm, Had ik nog nooit gehad, mm. maar ik, ik... En dan ging ik om de hoek kijken, weet je wel. En ik weet niet hoe oud ik was, ik was echt niet zo oud hoor. En dan ging ik kijken en dan ging ik kijken naar die winkel en denk wat is er met die winkel? Ik denk dat ik een jaar of elf, twaalf, twaalf was, twaalf misschien, twaalf denk ik. Maar ik wist ook dat ik op zou vallen als ik zo naar die winkel zou gaan blijven staren. Mm -hmm, dan mm -hmm, zou het, dus ik ging een hinkelbaan tekenen. En ik ging hinkel op die hinkelbaan <laughs> en ondertussen ging ik dus Spioneren. observeren. Ja. Ik denk dat zien ze niet, hè? maar het werd me soms ook ingegeven hè, wat ik moest doen. Mm. Het was niet allemaal zo dat ik dat allemaal zelf bedacht, maar ik wist gewoon dat moet ik doen. Mm. Dus ik ging dat doen en, uh, en, en het was een komen en gaan van mensen, van allerlei mannen. En die gingen dan met hun schoenen naar binnen, maar die waren binnen twee seconden weer buiten. Dus dat was raar, ik dacht dat klopt niet, dat klopt niet. Zo'n kind was ik. Dus uiteindelijk heb ik zo geregeld dat ik met een meisje van school, om het even in te korten. Uh, die, ik wist dat die bij de schoenmaker hoort. Dat was de dochter van de schoenmaker. Oh. dan ging ik mee aanpappen. Uh -huh, ging, uh -huh. En dan kon ik die schoenmaker in. Ja. Dus ik ging met haar een keer de schoenmaker in. Ging ik een beetje pushen. Van de, he, dus zijn dan maar een keer mee. En ik weet nog dat ik daar stond te kijken in die, in die schoenmakerij. En, en dat ik gefascineerd naar die. Wat ik alleen niet doorhad, was dat de schoenmaker mij aan het observeren was. Dus ik was in die schoenmaker. Ah, en het meisje ging naar achteren, uh -huh, uh -huh, naar haar uh -huh, uh -huh. huisje. En ik ging al die schoenen kijken. En ik dacht, maar wij brachten als gezin ook onze schoenen daar. Okay. En ik keek daarna en ik dacht, dat klopt iets niet. Uh -huh. In al die schoenen zitten geen kaartjes. Er zitten kaartjes in voor wat de reparatie moest zijn, wanneer, wanneer het oh. opgehaald werd. Oh. Oh. En oh. ik zag een heleboel schoenen staan die dacht dat er waar geen kaartjes in zaten. En er stonden ook een paar klompen. Dat vond ik ook raar. <laughs> dus, we, zijn in, we zijn in Nederland, come on. Ja, <laughs> maar... Ineens zie ik die man dus kijken naar mij en hij had echt een hele vuile blik, mm, een hele mm, enge blik. Mm. En hij kwam zo naar me toe en hij maakte ook sleutels daar, dat is altijd handig hè, voor het netwerk. Dus maar hij, hij was een sleutel aan het maken en hij stond me te observeren en hij zegt, wat is er, wat ben je aan het doen? En ik was zo'n spontaan kind. Ik zei, hij zegt, waarom kijk je zo? Ik, zei, nou, ik zeg, nou, dat klopt volgens mij niet. Ik zeg, wa, 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 waarom staan al die schoenen daar? Hij zei, ja, maar die moeten gerepareerd worden van mensen. Ik zei, nee, dat kan niet, want er zitten geen kaartjes in. Zei ik ik zei, en er staan ook klompen. Ja, die, die, die moeten ook gemaakt worden, zei hij dan tegen mij, weet je wel. Ik zei, nee, dat kan niet, we zijn in Amsterdam en daar ga je geen klompen maken. Die klompen bleken achteraf een soort signaal. Weet je wel, te zijn dat mensen op het goede adres waren of zo. Of dat het, het was iets, een signaal voor, voor de daders. Nou, in ieder geval, doordat ik dat gedaan had, weet je, doordat ik dus dat... Ik zeg, het klopt niet. En toen zei hij, je bent een heel slim meisje. Ja, ja, jij bent heel slim. Maar dat zei hij op zo'n valse toon. En dat was de nekslag voor mij. Oh. Hij wist, ik had door dat, wat daar gebeurde. En, en toen ben ik weggegaan. En toen ben ik, uh, korte tijd later, hebben ze besloten om mij maar... Ja, ik moest uit het netwerk, ik moest dood. Want ik was een gevaar geworden voor het netwerk. Ik wist veel te veel dingen, er waren nog een paar dingen, waardoor ik. Kijk, iedereen die een gevaar wordt voor het netwerk, die uh, wordt gewoon omgebracht, die ja. wordt gewoon gedood. Ja. En zouden dat bij mij natuurlijk ook kunnen doen op zo'n een van die seances, hè? Op, die, ja. op die avonden. Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat ze heel goed wisten. Ik had intelligente ouders. Mm -hmm. En mijn, zeker mijn moeder was heel doortastend. En die hadden nooit geaccepteerd als ik ineens verdwenen zou zijn. Of als er geen goed politieonderzoek zou geweest zijn. Mm. Weet je. Dus mm. toen hebben ze bedacht dat ik dan maar ziek moest worden gemaakt. Okay. Dat het leek alsof ik ernstig ziek gewoon was, spontaan. Dus ik werd ingespoten met allerlei middelen. En het ging ze aan hun hart. Want dus je werd ik, ik ingespoten met, 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 met. Ja. Oké. Okay. Maar ze moesten het doen, in hun ogen dan. Omdat dus het... eerst wouden ze. Jou gebruiken en hadden ze plannen voor ja. je en je weet niet echt wat ze wilden doen, maar er waren plannen voor jou omdat je zo slim was, maar omdat je je slimheid, laat ons zeggen, aan het gebruiken was ja. tegen hen. Ja. En omdat je dat dan had gezegd tegen die schoenmaker, ja. hebben ze besloten van... Ja, ik, was, ik wist op een gegeven moment te veel. En je moet je voorstellen, ik wist te veel in het dagelijks leven. In mijn gewone iPhone, mijn gewone zijn, overdag. Ah, Oké. Okay. Dat was natuurlijk okay, dat me was niet meer functioneren. Dat Het was, was niet, afgesplitst. niet meer En dat was, vonden ze gevaarlijk worden. Het was niet Tuurlijk. meer afgesplitst. Tuurlijk. En toen hebben ze bedacht, dat was natuurlijk wel met pijn in hun hart, maar uh, ja, dat ik toch uh, gevaar voor ze werd. Toen hebben ze me ingespoten met middelen. Toen ben ik vrij snel in een tijdsbestek van twee weken, een week, nee, een week denk ik, ben Ze ik hebben met eens met. met Oké. Okay. Ze hebben met, met gif. Ingegeven. Ja, nou, ze hebben dusdanig, ik weet niet wat, maar ze hebben me ingespoten met middelen waardoor mijn nieren het begaven. Dus mijn, ik kreeg een nierziekte en, die, uh, en mijn nierfunctie die stopte ermee. Wauw. En, en dat hebben ze ook nog zo gedaan um, dat mijn ouders het heel, dat het heel lang duurde voordat ik het zelf ontdekte. Want uh -huh. uh, ja. ze, hadden namelijk, ze konden toegang tot mijn huis hebben hè. ze hadden ook de sleutel. En ze hebben dat ook nog op een, een manier gedaan dat ik. Ze hebben het licht, en het, het licht uh, gedemonteerd in, in, in mijn huis, zeg maar, zodat ik niet mijn urine kon zien in de wc, snap je? Oh. Zodat het een paar dagen lang, langer duurde voordat ik mijn eigen donkerkleurige urine kon zien. Okay. En toen het eindelijk weer gemaakt was, um, toen uh, mijn vader had het op uiteindelijk gerepareerd had, uh, ja, toen was mijn urine al gewoon zwart. Zoveel oh. bloed zat erin. Dus, en toen ben ik. Nou ja, het is een heel lang verhaal, maar toen ben ik naar de huisarts gegaan. Maar mijn huisarts was betrokken bij het netwerk. Dat was degene die mij ingespoten had. En dat wisten mijn ouders niet. En toen ben ik dus. Uh, mijn huisarts stuurde me eigenlijk weer terug: ja, virusje, het komt wel goed. Oh wow. En die had natuurlijk, als hij mijn bloeddruk had opgemeten en alles, dan wist hij gelijk dat het een groot alarm was. Maar dat deed hij expres niet. En uiteindelijk ben ik heel ziek geworden. En ben ik in een coma geraakt, en ben ik in het ziekenhuis beland thuis ben ik uh, in een coma geraakt. Mm -hmm. En ik voelde dat ook. Ik voelde... Ik, voel, ik lag in bed en ik voelde, dat ik, ik voelde dat ik zou sterven. Dat wist ik. Dat wist ik gewoon. En ik weet nog dat ik alleen thuis was. Mijn moeder werkte. En ik was al een hele week ziek. En ik was thuis en... Uh, dat was een heel moeilijk moment. Want ik liep... Ik had ineens werd mij ingegeven dat ik mijn moeder moest bellen. Want ik was heel ziek aan het worden. Ik was aan het wegglijden, aan het wegzakken. En ik... En ik wankelde naar de telefoon, zeg maar, die dag en ik was al een week ziek. Hè, dus mijn moeder had gezegd: wat is? ik moest werken, bel je me. Maar dus ik had heel erg van, weet je wel, bel je moeder. Dat zat heel erg in mijn hoofd. Dus ik liep naar, naar de telefoon. Maar ja, ik kon moeilijk op mijn benen staan. Want ik, ik voelde me heel raar. Ik was duizelig en ik voelde dat het fout ging. Dus ik belde mijn moeder en ik was een heel stoer meisje. Maar op het moment dat ik mijn moeder aan de lijn had, eh, raakte ik in paniek, moest ik huilen. Ik zei, mama, het gaat niet goed met mij. Het gaat niet goed met mij. En mijn moeder wist dat ik zo niet was. Mm -hmm. Mijn moeder was gelijk, wist dit is fout. Dus mijn moeder heeft alles laten vallen in de winkel. Die is meteen naar huis gekomen. Die hoorde aan mij dat het fout was. En ze zei, ga naar bed, ik kom nu naar huis. Dus ik ben naar huis gegaan, ben naar bed gegaan. En ik weet nog dat ik daar lag op bed. En, en dat er een soort rust over me kwam. Dat had ik, en dat ik dacht... Het, het, weet je, ik wist dat het fout ging, maar ik was er niet bang. ik was even bang nog totdat mijn moeder er was. en toen was ik rustig. en mijn moeder liet de kamerdeur open. ze zette ik zit hier. en als het wat is hoor ik je. ga maar slapen. mijn moeder wist natuurlijk niet dat ik zo ernstig ziek was. dus mijn moeder vond het wel vreemd hoe ik reageerde. en ik lag in bed. en ik wist op een gegeven moment: nu ga ik dood. ik lag daar en ik dacht. maar ik gaf me over. En ik dacht dat ik niet gewoon roepen meer had. Dat ik dus in dat, dat ik zou sterven. Maar mijn moeder heeft me laten vertellen dat ik nog een laatste schreeuw gaf oh. om haar te roepen. En toen zakte ik in een diep coma en ik kreeg ook gelijk epileptische aanvallen. Oh. En mijn moeder heeft me toen, die heeft niet eens, ja die heeft de ambulance gebracht, maar die was te laat. Die was laat, dus mijn moeder heeft het niet afgewacht. Die heeft mij met een buurman in de auto gesleurd, een andere buurman. En die heeft mij zelf naar het ziekenhuis gereden, omdat het zo, die zag gelijk: dit is helemaal fout. Ja, dat was ook kritiek. Ik heb echt heel. Dat wisten ze meteen in het ziekenhuis. De huisarts kreeg ook ongelooflijk op z'n donder van mijn kinderarts. Hoe, het, hoe, hij, het, hoe hij dit over het hoofd had kunnen zien. Ja, ja dat ja. was de bedoeling. Ja. ja. En ja, ik was toen wel stervende. Mijn ouders is toen ook wel verteld dat ik uh, dat ze zich moesten voorbereiden op dat ik zou komen te overlijden. En ja. De waakten, de mensen waakten ook bij me, de verpleegkundigen waakten ook bij me, ik was nooit alleen. En ik was in een diep coma. Dus er was altijd iemand aan het waken dat ze je niet kon, konden komen. Nee, waken in de doden. zin van. Uh, om te kijken of ik niet zou overlijden. Oh, zo bedoel ik. Zo. Ja. Maar tegelijkertijd konden kon de mensen van het netwerk niet komen. Nee, ook niet. Zeker zijn, om, zeker, om er zeker ja. voor te zorgen dat je zou sterven. Ja, ja en, en het was ook wel. Zou, en, en als ik het zou overleven, dan zou ik er waarschijnlijk heel slecht uitgekomen zijn, hè? als een kasplantje, zeg maar, weet je wel. En ik ontwaakte na een kleine week, vijf dagen, ontwaakte ik. Het geheel tegen de verwachtingen in. En ik weet nog dat de kinderarts kwam, met andere artsen, met verpleegkundigen en zo, en die stonden allemaal om mijn bed heen. En ik ontwaakte en ik deed zo mijn ogen open en ik was dertien en... Wat doen al die mensen hier, weet je wel? En, en toen gingen ze vragen aan me stellen. Ze wilden weten hoe, hoe ik, of ik kon functioneren, of ik antwoord kon geven. Hoe ik, hè, of ik kon denken, of ik kon praten. Of ik... En ik kon overal antwoord op geven. En het konden ze gewoon niet bevatten. En ik zag hun reactie. Ja, want ik kon natuurlijk heel snel mensen. Praten. Het was geen plant. En, dus ik zeg: uh, Wat is er dan? Want ik gaf antwoord. Je, waar zit je ja. op school? Hoe oud ben je? Waar woon je? En ik zeg, wat is er dan? Ik zeg hoezo? Ik zeg. Uh, nou niks, zegt ze maar, ze moesten lachen. Maar ja, ik heb later wel gehoord dat het, dat het echt een godswonder is geweest. Dat ik, dit, dat ik het niet alleen overleefd heb. Maar dat ik ook nog. Want ik heb, ik heb ook een hartstilstand gehad, ik heb een Status Epilepticus gehad, ik lag in een coma. Maar ze hebben ook gezegd, uh, ook jaren later, door neurologen, van het is bijna onmogelijk dat je er zo uitgekomen bent. Maar ik heb dat ook zo ervaren als een, uh, als een wonder. Als een, uh, mm -hmm. ja. Mooi. En juist omdat ik dat heb, denk ik... Nou, het, voelt, het voelt ook voor mij een tweede kans. En het voelt voor mij ook dat ik er iets goeds mee moet doen met wat ik mee heb gemaakt. Mm. Ja, ik weet dat jij al uh, druk bezig bent. Ik bent al, je zei dat je 33 was toen je bent begonnen met uh, helen, met, met ja. genezen. Ja, ik was 33. En je hebt een uh, serieuze reis achter de Ja, en dat duurt lang voordat je... Ja. Zoals de meeste mensen, ik, ik was drie. Ik had natuurlijk wel mijn hele leven al fragmentarische herinneringen. Allemaal stukjes. Dus flashbacks. Ah ja, ja, ja. Allemaal stukjes. En ik dacht heel vaak, ja, ik ben vast gek of zo. Mm -hmm. Ja, ik ook. Want je kan ze niet plaatsen. Ja, ik dacht dat ook. En ja. ik, was, ik was ook geprogrammeerd om als ik een flashback kreeg, van meteen te denken, ik moet me nu ook doden. Dus ja. de flashbacks waren altijd ja. gevolgd bij, bij programmatie. was het dus een worsteling zeg maar, Ja. Hè? ja. Of en ik dat... ben gek, maar dat is ook programmatie ja. soms. Ja. Maar dat was het voor mij niet en dat komt... De, 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 de coma had er namelijk voor gezorgd <laughs> ja, dat de programma's weg waren. Ze hebben me daarna Echt? nog getest. Ze daarna... De coma heeft de, ja, ja, programma... ja, ja. de programmatie weggevaagd? Ja. 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 Ze, hebben daarna ook... wow. Ze hebben daarna ook getest nog. Want anders had het karwei echt wel afgemaakt. Maar ze hebben me uitgebreid getest of ik nog reageerde op signalen. <laughs> op, uh, hey, ze hebben allemaal codes, Morse codes ja, en dingen. Ja. En ik reageerde nergens meer op. Huh. En, en toen dacht ze: oké. Okay. En mijn moeder liep maar, te, die zei dan te, dus de, tegen de, de Dus, de, ja. dus al de, alles wat ze in je, je. Was weg. <laughs> en mijn moeder had ook nog tegen de buurman gezegd: Ja, de geheugen is niet goed hoor, de geheugen is aangetast. En dat was ook zo hè. Ik, ik wist wel, ik was wel goed, maar ik had wel. Heel veel restverschijnselen. Ik was heel ziek, hè, dus het ging niet zo dat ik opstond en weer liep. Ik heb echt gerevalideerd. Dus, en mijn moeder zei dan, ja, maar het is alles aangetast en de geheugen is aangetast. En dus dan, dus de, dan dus was ze dachten, jij geen bedreiging meer. Dus ze dachten, hé, hey, ze reageert niet meer. Ze, ze herinnert zich niks. Die kunnen we laten lopen. Ah. En dat, anders hadden ze het al afgemaakt. Ja. En daardoor heb ik het overleefd. Wow. Dus het was een moordaanslag en tegelijkertijd was het mijn vrijheid. Ja, ja. Maar het heeft wel zes jaar geduurd, vijf, zes jaar, voordat ik weer een beetje de oude was. Zo lang. Dus mijn hele leven hebben ze eigenlijk verruineerd. Eerst van mijn zesde tot mijn dertiende in het netwerk. Ja. van mijn dertiende tot aan mijn achttiende revalideren. En ik weet nog ook in het ziekenhuis dat ik heel vaak flashbacks kreeg en angsten had. Hmm. En ik... En ze waren er zo lief voor in het ziekenhuis. Dat lag niet aan het ziekenhuis, aan, uh -huh. aan de verpleegkundige. Uh -huh. Maar het deed me herinneren aan het netwerk. Als ik onderzoeken kreeg, ik kreeg vaak nare onderzoeken. Uh -huh. En dan kreeg ik uh -huh. flashbacks naar het netwerk. Want ja. daar onderzochten ze ook en daar hadden ze medische experimenten. Ja. Dus alles liep door elkaar. Ja, ja, ja. Wauw, wow. kijk mijn beelden. Wauw. En dan heb je ongeveer 15, 14 jaar... Uh, doorgebracht als jonge volwassene, ja. zonder dat je echt wist wat er gebeurd was. Ja. Er gebeurde wel van alles. Ik was depressief, ik had uh, eetstoornissen, ja, ja. Ik, het ging heel slecht met me. Ja. Maar mijn specialisten, mijn artsen dachten altijd dat het kwam door mijn ziektegeschiedenis. Tuurlijk. Maar er was zoveel meer. Hè? Er was het er was trauma, er was het netwerk, al mijn ervaringen daar. En niemand natuurlijk heeft ooit ontdekt dat... ...eigenlijk jij ingespot was. Nee. Ze hebben wel steeds gedacht... ...hoe kan dit zo snel gegaan mm. zijn? Mm. Dat heb ik wel. Dat, weet je, het was raar, onnatuurlijk... Ja. ...dat ja. ik in zo'n korte tijd... Ja. ...zo ernstig ziek werd. Ja. Dat en vonden dat, ze wel heel vreemd. Okay. Maar ja, dat konden ze niet plaatsen. Ja, en wie okay. denkt daar nou aan? Ja, tuurlijk. <laughs> dus, um, en dan ben je met het helingsproces ja. begonnen... En je hebt al een heel belangrijk punt naar boven gebracht. Dat natuurlijk dat wij geforceerd worden, eigenlijk om met onze donkere kant uh, geconfronteerd te worden. Ja. En dat is natuurlijk de hele genezing voor mij: is het, uh, het kijken naar het donker en dan teruggaan naar de onschuld daarachter. Ja, ja want je, je kan eigenlijk niet met jezelf leven. Nee, dat is waar. Want het slachtoffer zijn, dat is al heel moeilijk genoeg. Hè? Alles ja. wat je hebt mee moeten maken, de ja. martelingen, de pijn, de verkrachtingen. Dat is al heel moeilijk om dat te gaan verwerken. Om ja. daarmee om te gaan. Ja. Maar wat nog erger is, is dat je dader hebben gemaakt. Absoluut. En daar kan je eigenlijk. Dat is zo'n moeilijk stuk om door te mm -hmm. moeten werken. Mm -hmm. Ja, zolang je slachtoffer bent, gaat het om jezelf. En dan moet je gaan beseffen. En ik heb heel lang gehoopt en gedacht: ah, ik ben alleen slachtoffer geweest. Ik ben alleen slachtoffer. Ja, velen, velen onder ons maar het is natuurlijk doen dat. Niet zo. Velen onder ons geloven eerst heel lang ja. dat, ze dat ze alleen maar slachtoffer ja, geweest het is zijn. Niet zo. En dat is een van, uh, ja, ik denk wel, een van de zwaarste dingen om, uh, om te moeten verwerken. Ja, absoluut. Om het ook überhaupt uit te kunnen spreken en om te erkennen mm -hmm. dat je die mm -hmm. dingen hebt gedaan. Mm -hmm. hè, en dan kan je wel zeggen: heel veel mensen zeggen ja, maar je was toch maar een kind hè? je had toch geen keuze <laughs> en zo. Maar ja, ik heb ook wel. dingen gedaan ja, die ik anders misschien had kunnen doen, maar die ik op dat moment besloot om zo te doen. Mm. En daar moet, ik, moet je wel mee leven. Heb je zo'n voorbeeld Ja. Ik, ze hadden een gewoonte op die um, ceremonies, he, op die avonden. Er werden ook wel snufmofies gemaakt, he, dat kinderen gemarteld werden en gedood soms. Maar er werden ook van die ceremonies. Dat... En, en dan hadden ze altijd de gewoonte om op die avonden, zeiden ze dan... Uh, was, elke keer was er een ander kind aan de beurt en die mocht dan een ander kind uitkiezen. En dat kind werd dan die avond gemarteld op tafel. Oef. En het is natuurlijk een afschuwelijke keuze. Als je een kind bent, ik was een jaar of tien. En op een gegeven moment zeiden ze, heel triomfantelijk, zeiden ze dan... Ivonne, jij mag vanavond iemand uitkiezen. Alsof het een soort eer was. Alsof het een soort mm. feestje was dat ik mm. aan de beurt was. En ik, mm. en ik weet nog dat ik dat, dat ik dat echt verschrikkelijk vond. Dat ik in één kromp van binnen, weet je wel. Dat ik dacht, oh, nou moet ik. Maar ik wist ook gelijk dat ik het moest doen. Ja. Meteen. Ja. Ik, ik ging nooit... Ik had niet het idee dat ik daar energie in ging stoppen of in discussie moest gaan. Want ten eerste durf je dat niet. Het is, het is, het is, ja, maar het is verloren energie. Het is verloren, verloren. Je moet het doen. Klaar. En als je het niet doet, wordt het alleen maar moeilijker, ingewikkelder, pijnlijker ja. enzovoort. Ja. Dus ik dacht bij mezelf, nou... Maar toen kwam het dilemma. Uh, ik moest iemand uitkiezen. En, en nou ja, iedereen zat in een kring. Alle kinderen zaten in een kring. En, uh, ja, ik moest gewoon, dus ik ging echt van de een naar de ander en ik keek naar elk kind zo... En ik liet mijn ogen uiteindelijk rusten op mijn vriendinnetje. En dat was een innerlijk weten. En hoe oud was jij toen? Tien. En zij ook? Ja, zoiets. En, ik, en het was een innerlijk weten dat ik haar moest uitkiezen. Omdat door dat te doen zou ik voor eeuwig veilig zijn, weet je? Zou In het ik, netwerk. Ja, als dus de ik, daders zouden jou vertrouwen. Ja. Als je je eigen vriendin, want dan ben je een want van hen. Want dan ben je echt slecht. Dan ja, ben je een van je, hen. En dan mm, ben jij mm. nooit in gevaar. En dan ben jij safe. En je wist dat er iemand moest doodgaan. Ja, maar. Dus je ging de persoon kiezen waar het. Je wilt het niet. Het je, je hebt de calculatie moeten maken. Ja. Maar eigenlijk ook niet. Het was zo'n innerlijk weten dat ik dit moest doen. Het was zo'n sterk, sterk iets dat ik dacht. Dus denk je dat er ook intuïtie bij zat? Ja. Oké, okay. dus het was niet helemaal alleen maar jezelf? Nee, maar dat voelt wel zo. Ja, is Vooral later. Dus, dus ik koos haar en zij is die avond uh, door mijn keuze, anders was het een ander geweest, dat weet ik wel, maar goed, zij was mijn enige vriendinnetje, op tafel beland. En uh, ja, ze is afschuwelijk gemarteld. En, en... Heb jij dat ook moeten doen? Ja, dat is eerst werd ze gemarteld. Mm. En uiteindelijk moest ik het laatste stuk meehelpen. Moest jij haar doden? Um, ja, vind ik altijd een moeilijk iets, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. Uiteindelijk moest ik, uh, moest ik haar als laatste haar keel dichtknijpen. Na alles wat ze had doorstaan. En, en dat blijven, ja, dit, dit is nog steeds iets moeilijks voor mij. Mm. Ja, natuurlijk. Heel moeilijk. Omdat. Daarna. Uh, moest ik ook helpen haar in een lijkzak doen. Oh nee. En ik weet nog het gevoel dat, je haar, dat ik haar moest slepen over de grond, weet je? Oh, echt Ergens goed. heen. En, en. dat je je eigen vriendinnetje door jouw schuld, hè, moet wegslepen. En. En daar moet je mee dealen, hè? Daar moet je mee dealen. En, en natuurlijk weet ik wel. Dat ik een kind was en dat ik geen keuze had. Maar ik had ook een ander kind kunnen kiezen. Dat heb ik niet gedaan. En daar moet je mee dealen. En, en dat, kan je bijna, dat kan je bijna niet verwerken, gewoon. Nee, ja, dat begrijp ik heel goed. Ik heb dat. Ik heb haar gekozen. Ja. Dus er is die andere zijde ervan. Uh, dat het er een gevoel was dat het zo moest, want je ja. ogen rusten eigenlijk gewoon op haar en dan uh, was er een, 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 een boodschap. Uh, ja, dus ja dat, ik werd dat, daar echt in geleid. Zo je ik werd er het. in ja. geleid. Ja. Ik, omdat het wat dit was, en ik, dat hebben ze later ook gezegd, hè. Uh, soms, ze hebben het later ook gezegd, dat ik echt... Uh, echt slecht was en dat uh, maar oh, dus dat was de bestuur en de daders, bedoel, ja. waren trots op me ja, ja ja die waren zo trots op me dat ik dit had kunnen doen en dat ik wat ze wisten natuurlijk dat het mijn vriendinnetje was ja. en dat ik ze waren zo trots op me en dat ik zo ja ja, ja ja dat ik zo slecht was en dat ik dit kon doen dus ik had eigenlijk mijn doel bereikt ja in in de zin van ik zou je iets willen vragen want ik weet hoe moeilijk dat, dat is uh, ik heb niet exact dezelfde situatie, maar enige hmm. situaties. Waar dat de keuze nooit echt een ah, keuze is. Nee. Kun je je voorstellen wat er was gebeurd indien je een ander kind had gekozen? Ah. Kijk, dat kind, als ik een ander kind had uitgekozen, was precies hetzelfde gebeurd. Dat, ook dat kind was gemarteld. En maar wat was er dan met jou gebeurd? Maar... Dan had ik me veel minder schuldig gevoeld, waarschijnlijk. Omdat dat vaar, wel. Omdat ik van haar hield. Ja, tuurlijk, dat wel. Maar dan heb je ook toch, wat er dan, hoe de mensen in het netwerk dan. Want uiteindelijk, als kind, ik weet het niet, maar uiteraard uit uh, overlevingsdrang, maar ook omdat het ouderen zijn, mm -hmm. dan wil je die altijd plezieren. Dus als degene, de uh, autoriteitsfiguren. Totale psychopaten zijn ja, met hun spelletjes. Ze ja. En je wil de psychopaten plezieren. Ja. ja, dan ga je. Dat is eigenlijk. Ik probeer altijd te denken zoals de psychopaten denken. Want dan kan ik hen beter begrijpen. Dan kan ik ook ja. beter begrijpen wat er eigenlijk gaande is. Maar dat is, dat is ook wat ik deed. Je, want je weet wat ze willen. Je weet wat ze verlangen. Zij verlangden dat jij jouw vriendin ging kiezen. Ja. En dan was jij goed voor hen. Dat en dan was, was ik een van hen. Dan, Als je dat kan. En dan voelde jij je ook veiliger daarna. Was ik veiliger. En het is dus waar dat je. Ze dus zelf puur zelfbehoud ja, doe je ja, het. En, ja. en dat is de worsteling waar je dan later doorheen moet. Waar je, waar je dus mee moet dealen. Dat je denkt van. Um, want je voelt je intens slecht. En dat had ik ook gevoeld natuurlijk als je een ander kind kiest. Hè. Begrijp ik niet verkeerd. Ja, maar dit ja, ja, was ja, ja, nog ja. erger voor ja. mij. Ja, ja door de bond. Want van die andere kinderen, ja, dat waren kinderen, maar daar had ik geen vriendschap mee. Soms in, uh, ik weet dat jij ook veel met uh, overlevers praat, mm -hmm. en soms als ik met overlevers werk, dan als we dan over zo'n dingen praten, dan is er als het ware een uh, voelen we soms de aanwezigheid van zij die aan de andere kant mm -hmm. Van de ether zitten. Ja. Nou, op die manier heb ik het niet. Maar ik heb heel erg... Ik geloof heel erg dat wij ons lichaam verlaten. En ik geloof zelfs dat je aan het eind van de martelingen... Als je dat punt bereikt, dat je al uit het lichaam bent. Hè, als je sterft. Ik heb dat zelf zo vaak meegemaakt ook. En dus dat was zij ook. Hè? En als ik niet zou geloven in een... Uh, in hierna, als, we, als ik niet te geloven dat we verder leven, dat we ons lichaam verlaten, zou ik je op deze manier niet had mee kunnen verwerken. Zou Absoluut ik er nooit mee niet. kunnen dealen. Absoluut niet. Maar ik weet dat dat zo is en ik weet dat ze, dat, dat, dat ze daarna vrij was. Weet je? Dus dat is voor mij de manier ook. Misschien heb ik wel een dienst wel bewezen dat ze uit die hel was. Maar dat is natuurlijk. Het is voor mij. Dat weet ik. En als je dat weet kan je op een bepaalde manier ook vrede hebben met dat diegene er niet meer is. Ja. Dat heb ik in het dagelijks leven als mensen overlijden om me heen, maar dat kan ik ook met haar. Ja, en ik denk ook voor het helingsproces zonder spiritualiteit, hoe zou je ja. ook... Um, ik weet niet, in elk geval heb jij die ervaring gehad mm. uh, waar je eigenlijk had moeten sterven en dan is er een wonder gebeurd. Ja, ja en... en, en de meest nuchtere specialisten in het ziekenhuis hebben ook dat beaamd, dat het gewoon een godswonder is. Ja, en ja. later ook nog eens een keer andere artsen. Dus, dus, en zo heb ik het ook ervaren. Hè? Ik heb ja. dat ook zo ervaren, dat, ja. ik, uh, dat, ik, uh, dat ik ook echt wel dood ben geweest. En dat ik gewoon weer terugging. Maar ik heb wat te doen hier nog, op deze aarde. dus <lacht> <lacht> uh, Het was niet makkelijk. Ik, had natuurlijk nog, ik moest natuurlijk nog een heel proces om te helen, hè? Om, om mijn ziekte te overwinnen. Uiteraard. En ik had heel veel medicijnen en, en restverschijnselen van de coma en zo. Dus het heeft wel lang geduurd. Ja, en uh, wij zaten ongeveer in dezelfde tijd in ja. het netwerk. Dus we hebben ongeveer dezelfde tijd ook ja. uh, van heling achter de rug. Ja. Dus ja. heel veel uh, decades, laat ik zeggen. Niet, ja. niet te veel, maar toch wel ja, 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 heel ja, we hebben, veel jaren. Er zijn een aantal jaren inderdaad uh, ook gelijktijdig in het in netwerk geweest. Natuurlijk. Ja, ja. ja. hetgeen interessant is... Um, ik ben ook wel naar Nederland gebracht oh, ja. hoor, als kind. Uh, ik ben daar vooral naartoe gebracht voor uh, films. Ja. Filmen uh, om het... Uh, dus het Nederlandse koppel dat uh, origineel de Pooiers waren die mij uit ja. mijn familie namen en me naar het netwerk brachten, hmm. die origineel... Dat was dus een uh, Nederlands koppel dat in België woonde. En die waren van Sertogenbos. Ja. En die brachten mij dan naar Eindhoven. Ah. Um, en daar waren studios. Ja, ja, dus ja. daar werd ik vaak naar, naar studios gebracht voor kinderporno. Dus die zijn wel, ook al heeft mijn moeder eigenlijk overgenomen van hen en ging mijn moeder mij in, naar de Belgische um, festiviteiten, laten hmm. zeggen, naar de Belgische dingen brengen. En soms werd ik dan ook naar andere landen ja. gebracht door andere mensen. Maar zij bracht mij naar Nederland. Ja, ja. En ik ben daar ook op andere manieren geweest ja. in Nederland. Omdat. Ja, het is zo dichtbij, hè? En, uh, ja, tuurlijk. Uh, heb je ook. Uh, maar jij kon natuurlijk ook langer van huis? Jij ik kon, kon langer van huis? Ja, ja moeder was. Ja. Die, ja, ja, dus dat kon. Ja, en ook. Uh, ik denk dat het. Ik heb altijd het gevoel dat het Belgisch netwerk. redelijk apart is van het Nederlands netwerk. Ja, ja misschien. Maar bepaalde personen heb ik wel gezien ja. van Nederland. Ja. ja, het is natuurlijk wij zijn we dat er gaat denk ik wel uh, een knooppunt, hè? een soort Walhalla omdat uh, Nederland en België. Het gebeurt wereldwijd natuurlijk, hè. Maar ik denk Nederland vooral. Ja. Kan dat? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En, uh... Zoveel overlevers die ik ja. ken komen uit Nederland. Ja. Van het netwerk. Ja. En dan hebben we in, in Nederland, is misschien nu het enige land, ja. waardoor die, dat programma van de, op de VPRO, um, waar eigenlijk Argos, ja? die uitzending, ja, ja. die is wereldwijd gegaan, ja. ook al was het in het Nederlands. En dan nu heb je dan ook, waar jij ook deel uitmaakt, uh, van die Catalaanse. Uh, uitzending Die ja. net uh, is uitgekomen, enkele, we uh, enkele dagen geleden. Ja. ja, dus je merkt ook gewoon dat er heel veel gaande is nu, hè? Ja. En daar zijn ze natuurlijk niet blij mee, hè? De, de, ja, maar dat is een mainstream. Dat is ja, allebei ja, ja, mainstream. Ja. En je hebt, geloof ik, in de Nederlandse politiek zelfs dat het ter sprake gekomen is ja. door die uitzending ja, van Argos. Ja, nee? ja, er zijn kamervragen gesteld. Ja. En er is ook een ja. onderzoek geweest. Ja. Um, en is een onderzoekscommissie geweest, maar ja, dat is allemaal heeft niet zoveel opgeleverd, omdat ze natuurlijk nog steeds een beetje bang zijn om uh, om echt echt uh, ja de waarheid boven tafel te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk denk ik wel dat dat gaat gebeuren. En het is natuurlijk het is natuurlijk ook zo onwerkelijk voor mensen. Ik begrijp ook echt wel dat mensen het niet kunnen geloven. Dat mensen dit niet ja, kunnen geloven. Ja, kan het wel begrijpen. Het is natuurlijk zo'n horrorverhaal. Dat dat kan je. Met je pet niet bij Dat ja, is echt een horror. Het is bescherming. Mensen willen zichzelf beschermen. Mensen willen hun rooskleurige wereldbeeld in stand houden. Dus ik snap dat ze dat graag willen doen. Maar in Nederland moet dat toch wel redelijk moeilijk zijn. Want er zijn echt zoveel overlevers ja. uit Nederland. Ik heb zelf meer Nederlandse klanten. Ik spreek meer Nederlands nu. Ja. Omdat ik zoveel Nederlandse klanten heb. Ja. En jij werkt ook met andere overlevers. Ja, ik, ik geef natuurlijk ook lezingen, maar uh, ja. Ja, ook begeleiding aan, uh, aan, uh, aan overlevers. Maar ik, ga niet, ik zet mezelf niet neer als een uh, psycholoog of een behandelaar, weet je wel. Ik denk dat het goed is dat mensen evengoed nog een behandelaar in de GGZ hebben. Maar ik heb ook gemerkt dat mensen daar niet genoeg aan hebben. En er zijn ook mensen die Uiteraard. helemaal niet in behandeling komen. Ja. Want mensen staan vaak op een wachtlijst. Er zijn zo weinig specialistische behandelaarden hierin. Dat mensen zo zoekende zijn, maar ook als mensen wel een behandelaar hebben, dan ervaar ik heel vaak dat mensen ja, heel veel eruit halen om met iemand te spreken die het allemaal zelf heeft ervaren. Maar ook, ik ben natuurlijk daar wel helemaal volledig van hersteld en ik ben gelukkig mens. ik, ik uh, ben happy en uh, het gaat goed met me al heel veel jaren. En mensen kunnen daar heel veel kracht uit halen. Omdat, en ze hoeven niks uit te leggen aan mij. Hè? Dus ja. ze hoeven maar een, het geldt voor jou ook, ze hoeven maar een half woord te zeggen. Ja. En, uh, en ik begrijp het. En ik vul het soms aan. Of het, maar het is wel een extra dan voor ze. Ze kunnen daar heel veel uit halen. Dus ik heb toch besloten om het wel te gaan doen. Ik doe het al een paar jaar. Maar nu heb ik besloten om het toch echt... Um, wat professioneel aan te gaan pakken. Ja. Omdat ik merk dat mensen daar heel veel aan kunnen hebben. Mm -hmm. Maar ik, ik, ik ga niet beweren dat ik een uh, specialistische GGZ-behandelaar ben. Want zo wil ik niet zijn, dat ben ik niet. Het is een aanvulling. Ja, ik. het is een aanvulling. Maar ik, uh, ik hoor heel veel dat inderdaad zo: je hebt maar een half je moet maar een half woord zeggen. Ja. En, en dus eigenlijk kan jij mensen veel sneller leiden. Ja. Um, en ik wil je vragen uh, hoe dat het dan voor jou is geweest toen jij aan het hele was. Heb jij dan een goede therapeut gevonden? Heb jij ja. dan goede mensen rondom je gehad? Nou, ik had er maar eigenlijk maar één iemand die goed was <laughs> en dat was mijn behandelaar. Ik had een hele goede klinisch psycholoog en psychotherapeut was hij. En uh... ja, dat er was een lot uit de loterij voor mij, hm. deze man. Hm. En ik had ook, ik heb zoveel ellende meegemaakt in de medische wereld ook. Ja. ja, ik heb natuurlijk ook, vergeet niet, ik heb natuurlijk ook heel lang in ziekenhuizen bij specialisten gelopen en zo. Dus mm, uh, ik, mm, ik, mm. ik ken de hele geweldige specialisten, geweldige gezondheidszorgpersoneel. Maar ik ken ook de andere kant, weet je. Dus, dus het die is, het niet willen zien of niet? Nou, nou ja, die ook gewoon uh, op het medische vlak dan, hè? Niet, uh, niet, niet op trauma. maar op, ik, heb, ik ben natuurlijk ook lichamelijk heel erg ziek geweest. Lichamelijk mm -hmm. en geestelijk. Hè? Mm -hmm. Dus, dus mm -hmm. ik, ik ken alle kanten. Maar ik heb geweldige. Uh, medewerkers gezien in de, in de medische wereld, maar ook mensen die het natuurlijk niet zo geweldig zijn. En op het moment dat ik toen mijn behandelaar trof, nou, en toen had ik ook echt zoiets van, nou, nu het wordt ook een keer tijd nu dat ik gewoon iemand krijg, hè, die. Uh, want dat is de vraag nog maar, hè, want het is echt heel bijzonder geweest dat ik zo'n goed iemand ben, heb getroffen. Ja. Ook, maar ook. Hij stond ook open voor, zoals hij zelf ook. Hij was en heel deskundig, ja. was ook een oudere man. Dat vond ik echt prettig. Want ik heb ook bij de intake gelijk gezegd van... Uh, dan wordt er gelijk gezegd, ja, je hebt uh, seksueel geweld meegemaakt. En uh, dan wil je vast een vrouw. Dat wordt al ingevuld. En dan denk ik, uh, doe even normaal, want ik hoef helemaal niet per se een vrouw. In mijn geval, ik snap dat mensen dat willen, hè. Dat snap ik, maar ik hoefde mm -hmm. dat niet. Mm -hmm. Ik dacht, nee, het gaat mij om dat ik iemand heb die deskundig is. Die heel veel ervaring heeft. Want ik wist, ik moet wel op iemand kunnen leunen. Ja. Omdat ik zelf verbaal sterk ben, omdat ik zelf sterk ben. Ik wilde iemand hebben waar ik op kon leunen. En die, en die persoon moest natuurlijk heel, heel veel in huis hebben. Wil ik dat kunnen doen? Ik, ik, want je gaat, je gaat natuurlijk afstemmen bij de behandelaar. Wat kan hij aan? En nou, ik kreeg een geweldig iemand. Ze hebben naar me geluisterd. Dat was ook bijna een eis van me. Ze hebben naar me geluisterd. Ik kreeg een hele deskundige behandelaar. Was 16 jaar ouder dan ik. Een geweldige, liefdevolle man, heel deskundig. Maar ook, hij was ook op, op, op spiritueel gebied kon hij wat bieden. Okay. Dus ik, weet je, dat was ook waar we over konden hebben soms. En dat was niet vaak. Maar het feit dat het kon, ja. dat hij dus beide aspecten in zich had, ja. en dat is bijzonder. Hè? Dat, dat was heel belangrijk. Ja. Maar zonder hem, maar ik blijf wel zeggen, dat is heel belangrijk, een goede behandelaar, maar het is niet het enige. Als ik alleen deze goede behandelaar had gehad, had ik niet geheeld. Ja. Ik heb heel veel andere dingen gedaan om te kunnen helen. En dan, dus het is twee sporen. Ja. ja. En wat zijn sommige van de andere dingen die je gedaan hebt? Nou, ik heb me helemaal suf gelezen. Volgens mij heb ik de hele bibliotheek <laughs> uitgelezen. Over <laughs> en dan, de psychologie en... En dat zelfhulpboek, hè. Ja. Ik, heb, ik heb echt alles wat los en vast zit gelezen. Ja. En ik zeg niet dat ik elk boek ook 100%. Aannam. Ja, ja. Maar ik, ik kan heel goed selectief lezen, hè. dus ik haalde eruit en daar haalde ja. ik. Dus ik heb heel veel gelezen. Ik ben heel veel in de natuur geweest, want het was heel mm. slecht met me. Weet je, ik zit hier natuurlijk als een blij ei nu te stralen, maar het is vroeger heel <laughs> slecht met me geweest. Dat kunnen mensen zich niet voorstellen. Dat zou een België nooit zeggen, hè? <laughs> nee, 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 een Belgische zou dat nooit zeggen. Nee, hè. Die zijn wat bescheidener. Maar. Het is heel slecht met me geweest. Ik ben echt ja. ook suicidaal geweest in die periode. Ik was heel depressief. Ik had, um, ik had alleen maar flashbacks. Ik kon niet meer functioneren. Ja. Maar ik moest ook mijn drie kinderen grootbrengen. En ik heb in die periode al. Ik was heel veel in de natuur. Ik heb heel veel gelezen. Ik, maar me ook spiritueel heel erg ontwikkeld. Ja. Er gingen heel ja. veel deuren open. Ja. En. Daar word je bijna toe gedwongen. Hè? En daar, ja. daar stond ik al voor open hoor. Maar mm -hmm. dat was toen mm -hmm. natuurlijk. Ik kreeg een boost van: ja, zo werkt dat gewoon. Mm -hmm. En daarnaast ook ja, ben ik gaan sporten. Ik wist dat lichaamsbeweging heel goed was. Hè? Want mm -hmm. je moet je natuurlijk, mm -hmm. het liefst kruip je de hele dag in bed. Dus mm -hmm. je moet jezelf. Mm -hmm. Gelukkig heb ik van mijn moeder een grote dosis zelfdiscipline geleerd. Mm -hmm. Hoe dat werkt. Mm -hmm. Ik heb dat van het netwerk. <laughs> ook, maar ik heb het ook wel van natuur en ook van mijn moeder wel geleerd. Ja. Ja. Dus ik, ik wist dat ik me wel van de bank moest sleuren en ik wist dat ik mm, um, mm. Um, moest gaan sporten, naar buiten moest gaan. Ja. En, weet je, en daarna mocht ik wel weer instorten van mezelf. En ik moest leren, ik denk dat dat het meest belangrijk is, ik moest van mezelf gaan leren houden. Ja. En ik denk dat dat de grootste genezende kracht is geweest. En dat, is, dat klinkt als een cliché, hè? maar... Nee, ik, ik weet dat dat niet... niet heel veel ja, mensen denken, is, ja, 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 van jezelf houden, dat is zo'n standaard zinnetje. Maar echt liefde voor jezelf gaan voelen. Mm -hmm. Ja, na, nadat je je zo slecht voelt. Ja, het is zo helend. En, um, en dat is... Want ik was heel hard voor mezelf. Ten eerste door het netwerk, ik was getraind natuurlijk. Het is, dus pijn, ik voel, ik, maar ik kon mijn lichaam ook nooit voelen. Nee, ik had het heel lang ook, ja. ja. Dus je, je bent... Mijn lichaam, dat was een soort last voor mij. Dat had ook alleen maar <laughs> ellende opgeleverd in mijn leven. Mm. Dus ik had geen connectie met mijn lichaam meer. Hmm. En ik moest weer die connectie gaan maken. En het is heel belangrijk om te helen. Want als jij dat niet hebt, als jij dat niet kan, dan kan je ook niet helen. Nee. Dus je moet weer, je moet helemaal naar de basis. Ja. En je moet jezelf, ik moest mezelf steen voor steen weer opbouwen. Hmm. Maar ik moest ook mezelf ontdekken. Ja. Ik wist, op een gegeven moment dacht ik, oh ja, ik las ergens in een boek... Uh, dat je je passie moest volgen. Ik dacht, passie? Heb ik een passie dan? Mm. <laughs> ik dacht, dacht oké, okay. maar wat is mijn passie dan? Mm. Ik kende mezelf niet. Ja. Ik, had natuurlijk, ik had mezelf niet kunnen ontwikkelen normaal als een normaal kind. Ja. Je ontwikkelt je niet op een gezonde manier. Nee. Dus ik kende mezelf niet. En ja, ik moest ja. gaan denken, wat is mijn passie? Wat, wat wil ik? Waar hou ik van? Mm -hmm. Dus er zijn zoveel meer dingen dan alleen een uurtje therapie bij de behandelaar elke week ja. of elke 14 dagen. Als je dat... <laughs> dat is nee, je ik hele kom, leven, is dat hè? Ja, ik kom slachtoffers tegen die, de, die echt... het idee hebben... dat... een behandelaar in de GG dat... dat dat het oplost. Ja, maar uh, wat jij vertelt is eigenlijk een heel ander systeem. Het lijkt anders dan... Uh, ik heb ook verschillende dingen gedaan, maar het hmm. ging altijd om... De, de zelfliefde. Ja. Ik bijvoorbeeld... Ik heb bepaalde herinneringen moeten hebben om de zelfliefde terug te vinden. Hoe, hoe bedoel je dat? Wel, uh, bijvoorbeeld, ik had altijd een haat voor mijn lichaam. Ja, oh ja, dat herken ik wel. Ja. En, en ik dacht altijd: ach, mijn moeder, die bekritiseerde mij altijd, hè, lichamelijk heel erg. Maar ik had. En ik was al. Publiek en alles. En ik sprak daar natuurlijk nooit over, want ik spreek niet over dingen die ik niet geheeld heb. Mm -hmm. <laughs> ik weet dat er... En ik zeg wel, ik praat wel over het feit dat er dingen niet geheeld zijn. Maar ik spreek gewoon ook niet over wat ze zijn. Mm. Maar elke keer als ik mezelf in de spiegel zag, dacht ik toch wel... Lelijk. En... Uh, ik heb een herinnering gehad... Waar een heel specifiek... Uh, een, een, twee daders een ritueel hebben gedaan met mij... Een heksenritueel, waar zij de vrouw, deze vrouw, um, haar zelfhaat op mij heeft afgezet. Ja. En ik was tien jaar oud, zij heeft van mij alles afgenomen: mm -hmm. uh, mijn pure stem, de. Uh, ze was zangeres, mm -hmm. dus ook. Um, de, maar er was ook iets met mijn lichaam, het lichaam van de tienjarige de mm. meisje dat net begint te ontwikkelen. Mm. Dat was helemaal in het begin. Ik had nooit een herinnering van... Mm, mijn borsten die groeiden bijvoorbeeld, daar had ik geen enkele herinnering van, want nee. dat was net in het begin gebeurd. En zij had de, die jeugd van mijn lichaam overgenomen. Ze, en in dat ritueel, dat was heel sterk. En dus, ja, vijftig jaar later eigenlijk. eigenlijk eindelijk... Die herinnering gekregen van ja. haar, die kidnapping en dat ritueel ja. dat zij gedaan had met zij en haar man. En plotseling haat ik mijn lichaam niet meer. Ja. Dus plotseling, het is niet alsof ik nu zeg, oh ik ben mooi, maar ik was plotseling gewoon neutraal. Ja, ja, ja. En daarvoor ja. ging dat gewoon ja. niet. Dus het was een heel, ja, ja. Vijf, zo een heel sterkje. Ja, maar ik denk je niet dat ook de zelfhaat komt ook. En dat heb ik natuurlijk tot mijn 33ste, 34ste wel gehad. En dat ben je niet bewust van hè. Je bent niet echt bewust dat je, dat je eigenlijk een soort zelfhaat bij je draagt. Ik was er heel bewust van. Ja, maar dat, nee, maar dat kwam bij mij pas tijdens mijn verwerking. Dat ik echt aan het licht. Natuurlijk mm. had ik, ik had eetstoornis en ik had anorexie en ik was depressief en ik vond mezelf niet mooi, enzovoort. Hè, maar dat dat echt, ik denk dat dat echt ook gebaseerd is op. Op, op een aantal dingen op wat je hebt meegemaakt en wat je hebt moeten doen. Hè? Dus dat, uh, dat je zelf slecht voelt. Hè? Je denkt altijd dat, je, dat alles aan jou ligt. Maar, en dat heeft ook wel te maken met, dat het, uh, met een stukje gestagneerde seksuele ontwikkeling, denk ik. Hè? Je, kan niet, je kan jezelf niet goed ontwikkelen als, als, je daar, als dat ook niet geheeld wordt, dat stuk. Dus het is denk ik een heel pakket waar je doorheen moet en waar je mee aan de slag moet om echt te kunnen helen. En, en ik, ik denk. Ik ben heel mijn behandelaar heel dankbaar en dat weet hij ook. Hem al, hij weet dat, hoe dankbaar ik hem ben dat ik hem gehad heb. Maar hij zegt ook wel, hij, hij, kon, hij vindt het nog een wonder hoe ik hersteld ben. Maar hij beaamt ook wel dat door alles wat ik zelf heb gedaan daarnaast, het is ook een combi geweest. Dus je moet ook je eigen pad volgen. Heel eigenwijs je eigen dingen doen, mm -hmm. naast de gewone standaard dingen zeg maar. Ja. maar het, je moet je leven in teken zetten van hele. Ja, helemaal, compleet. En je functioneert niet meer, je werkt niet meer, je kan niks meer, je bent geïsoleerd. Want ik blijf zeggen dat dat, dat dat, we hebben het er gisteren nog even over gehad. Ja. Dat is het, het grootste probleem ja. als je dit meemaakt. Je hebt geen erkenning, het wordt niet geloofd in de samenleving. Ja. Je, moet het je, je moet het in je eigen omgeving gaan vertellen. Je hebt gedoe met mensen. Je staat zo moedersiel alleen mm -hmm. en dan moet je dit gaan verwerken. Nou, als je ergens suicidaal van wordt, is het daarvan. Mm. Dat er niemand is. En dat je gruwelijk, godsgruwelijk blij bent als je een keer een kop thee kan drinken bij iemand die je begrijpt. Ja, ik heb dat heel weinig gehad. Ik heb heel weinig mensen ja? die ontmoeten eigenlijk op mijn pad, die open stonden. Dus dat maakt het nog zwaarder. Mm -hmm. He, want... Als je Durk. af en toe iemand een arm om je heen hebt. Als mensen je begrijpen. En als mensen. Stel dat het bekend zou zijn in de samenleving. Ja. Dat dit aan het licht komt. Ja. Dan zou het zoveel slachtoffers helpen. Ja. ja, kijk, we hebben een holocaust. Maar we vechten in het, het donker. Een, het is een holocaust dat we hebben meegebracht. Ja? Maar iedereen doet alsof het. Niet, niet alleen alsof dat het niet bestaat. Maar ja? daarbovenop worden we ook nog uitgelachen. Nou ja, voor gek verklaard ook nog. Weet je, dus het is. Kijk, dat, daar kunnen jij en ik nu heel goed tegen. Ja. Maar wij zijn daar ook doorheen gegaan. Ja, ja de isolatie is ongelooflijk. Isola dat isolement, dat ja. is een ramp. Ja, en ik denk dat het voor ons misschien nog erger was dan nu. Want nu ja, zijn er veel klopt. meer slachtoffers ja. die uh, ja. zich uitspreken ja. en wij zijn ja. er. En... Ja. Ja. ja, als een slachtoffer mij nu benadert, dan is het eerste wat ze zegt: meestal zijn het vrouwen, ook wel een man, maar als het, hè, laten we uitgaan even dat het. Vaak vrouwen zijn. Dan is het eerste wat ze zegt ook. Ik, het geeft zoveel, ik vind het zo fijn, het geeft me zoveel kracht dat ik met iemand kan praten. die dit heeft meegemaakt en hiervan hersteld is. Dat hadden wij niet. Nee. Wij zwommen alleen. Ja. En er was niks. Mm -hmm. Absoluut. En dat is niet om mezelf op de borst te kloppen. Ja, zo maar is het die gewoon Die eenzaamheid. Het is lang ja. ja, dat was gewoon zo. Weet ja. je? Ik bedoel, dat is toch wel een jaartjes geleden. En in elk geval uh, het. Uh, Misbruik zelf zet je in het isolement. Het feit dat wij als getraind werden om daders te worden, zet ons in isolement. Ja, ja. Dus in ieder geval, ook als wij beginnen uh, praten met overlevers, die gaan nog altijd heel veel uh, delen van zichzelf in isolement hebben. Dat is normaal. Ja. Het is een heel uh, uh, eenzame weg. Hoewel dat ik zo. kan zeggen, ik voel me niet eenzaam vandaag, maar het is een eenzame weg. Ja, nou ja, goed, ik voel me ook niet eenzaam meer, gelukkig. Maar, um, maar het feit dat ik doe wat ik doe, woord, ja. daar wordt ook wel eens te makkelijk over gedacht. Dat ze denken dat het gemakkelijk is voor jou? Nou ja, dat, dat, dat je hierover, omdat het achter je ligt, dat het makkelijk is om hierover te spreken en om, om, uh, om, of om een lezing te geven. Ik doe dat met heel veel liefde en ik, en ik vind het belangrijk. Iemand moet het doen, maar... Er zijn echt makkelijkere dingen te doen. <laughs> ja, het is... Ik ga liever bij de HEMA werken. Ja, goed. Een, ik weet niet hoe je dat moet ondertitelen trouwens. <laughs> een waardehuis. Target. Ja, Target ik, weet je, ik ga liever bij, bij, bij... Ik bedoel, als ik bij een waardehuis ga werken... Ja, dan heb ik een hoop minder gedoe. Maar het is zo belangrijk. Het is een drive... die niemand kan die van me afnemen. Ja. En dit is ook... waarom ik het overleefd heb. Zo voelt het voor mij. Mm -hmm. Om dit te kunnen doen. Mm -hmm. Dus... Ik voel me bevoorrecht, ik voel me zo bevoorrecht dat ik, dat ik, ik ben daar zo dankbaar voor, dat ik volledig heb kunnen herstellen. Ja. En, en omdat ik me zo voel, vind ik, dat ik, mijn plicht vind ik het om anderen daarin te kunnen ondersteunen. Absoluut. Dus in die zin, ja, heb ik, ik, het voelt ook niet als een keus. Ik ga niet mm. iets anders doen, weet je. Ik ja. Ik bedoel. Zo werkt het niet. Het is iets zo wat je vanuit je ziel doet. Van, het is zo belangrijk dat dit naar buiten komt, maar ook dat mensen begrepen worden. Ja. Ja, ik, ik ben net hetzelfde. Ik zit hier net helemaal in dezelfde boot als jij. Ja. Daarover, het is eigenlijk geen keuze. Er is misschien wel ergens een keuze. Ja. Maar uiteindelijk toch niet. Er was zo, voor ik mijn boek ging uitgeven, mijn boek was klaar. Nu... ...ga ik het uitgeven? En was er eventjes dat gedacht zo, het gedacht van... Hmm, ...ik kan misschien <laughs> gewoon blijven werken met overlevers ja. en misschien uh, mij op de achtergrond houden... ...en ik ben al een tijdje niet bedreigd geweest, weet je, dat ja. was fijn. Maar ja, het is lekker rustig. Ja, dat is lekker rustig. Ja, maar het is eigenlijk geen keuze, ne? <laughs> Nee, maar ik heb die momenten ook wel gehad als je natuurlijk op een gegeven moment heel veel over je heen krijgt. Ja. Want vergis je niet, we hebben natuurlijk ook nog een gewoon leven. Ja. En er gaan ook andere deuren dicht omdat we doen wat we doen. Uiteraard. Ja. Dus mensen kunnen allemaal googlen. Mensen kunnen allemaal, <laughs> allemaal lezen wat we doen. Hè? Dus, dus er gaan ook deuren dicht. Som Hè? Er zijn dingen die ik misschien wel graag had willen doen. en uh, waar ik niet voor in aanmerking kom, omdat ik doe wat ik doe. Ja. Dus het is, dus het is soms ook heel pijnlijk. Ja. En, en het kan ook heel veel verdriet geven. Hm. Omdat, maar je gaat door. Ik ga door, jij gaat door. Omdat om, er nou eenmaal een aantal mensen zijn. Die hersteld zijn, die het overleefd hebben, die het goed kunnen doen. Want het, het is zo belangrijk dat het aan het licht komt. Ja. En iedereen is een schakel daarin. Absoluut. En iedereen die praat, ik vind iedereen helden en heldinnen die, 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 die durven te spreken. Dat zijn wij. Ja, maar ook andere mensen die... Ja, interviewt wij allemaal. Uh, we zijn allemaal... Ik vind het echt heel knap hoe mensen... En sommige mensen die het dan voor het eerst doen... En die dan toch zich door, hè, door jou bijvoorbeeld laten interviewen. Ik heb zoveel bewondering voor die mensen, echt. Mm -hmm. Voor ons is het nu iets makkelijker allemaal. Maar... Ja, maar ik wil zeggen. Uh, ja, ik heb een heel groot ding over wie de helden en de heldinnen zijn. Weet je? Want er zijn heel veel mensen die rondom dit onderwerp draaien. om zichzelf uit te geven als de held. En het is heel duidelijk voor mij dat wij als overlevers. ook de kinderen die, die, die gestorven zijn, dat wij de helden zijn. Niet, niet andere ja. mensen. Die afkomen en zichzelf voordoen als de held, die ons arme slachtoffertjes gaat helpen, weet je. Mm -mm -mm. En wie bedoel je daarmee? Noem het niet een functie. Of wat bedoel je in het algemeen? Ik bedoel mensen die zich inzetten om hun eigenlijk hun eigen trauma niet te moeten bezien. Ah. En zich voordoen als de held. Ja. Um, en zogezegd uh, slachtoffers gaan redden. Ja. Zij het van sekstrafficking of zij het van. Um, ja, ik heb nog nooit gehoord dat er iemand een ritueel heeft onderbroken en daar slachtoffers is gaan redden, dat nee. zou mooi zijn. Nee, maar vind jij niet, ik vind het ook een moeilijke tijd, omdat er ook zoveel desinformatie is. Ik vind het ook een moeilijke tijd voor uh, om, om dit te doen, omdat er ook heel veel informatie in omloop is. Maar uh, ons, ons onderwerp, het onderwerp van um, ja, hoe heet je het in het Nederlands uh, sadistisch misbruik of georganiseerd sadistisch ja, ritueel misbruik, ritueel misbruik, satanisch ritueel misbruik? Oké, okay, ik weet niet hoe dat het is in Nederland, maar hier in de Verenigde Staten is dat nu aan de rechter is dat nu uh, aan de uh, hoe heet ze dat? Uh, conspiracy theory. Ja. Alleen heel veel mensen, wat ik begrijp. Um, die niet zoveel weten hiervan, van dit onderwerp. Die gaan soms met informatie aan de haal. Snap je wat ik bedoel? En die verspreiden heel veel dingen. waarvan ik eigenlijk al weet: ja, dit klopt niet. En ik, en ik ben er ook van overtuigd dat er doelbewust desinformatie de wereld in gebracht wordt. Want als iedereen daarmee aan de haal gaat. dan blijft de kern ook ongeloofwaardig. Ja. En dat is precies wat de daders willen. Ja. Hè, maar al die mensen die dat dus allemaal verspreiden. Ja. Die beseffen niet dat ze eigenlijk meewerken aan, aan, aan de kern ongeloofwaardig houden. Ja. Want dat is wat er gebeurt. En ik heb gemerkt, heb opgemerkt dat over het algemeen... Dus in het Engels is het SRA, Satanic Ritual ja, ja. Abuse. Ja, hier dat ook wel. Wordt, satanisch Ritual misbruik misbruiken okay. bij ja. En dus dat wordt dan wel um, beschreven als dat onnozel ding uh, dat ja. zo ongeloofwaardig is. En um, ze brengen altijd... Het drinken van het bloed van de kinderen, ja. van de slachtoffers, brengen ze altijd naar boven als het ding dat het ongeloofwaardig maakt. Maar ze zeggen nooit, in de mainstream in elk geval, wijzen ze nooit op de overlevers zoals wij die aan het praten zijn. Ja. Want ik denk eens dat mensen ons vinden, dan begrijpen ze dat, uh, ja, ja. dat het iets complexer is. Ja, en dat we, maar ook dat we een stuk genuanceerder zijn. Ja, hè? want het is, het is um, ik word bijvoorbeeld. Er wordt wel eens gezegd, is wel eens gezegd tegen mij, een paar verschillende keren, ja, door, ook door mensen. Dus ja, ja, maar ja, ja, de, ja, het Openbaar Ministerie ja, die is erbij betrokken. Politie is ja, ja, die vertrouw je niet, ze zijn allemaal bij, bij betrokken. Hè. En dan zeg ik, ja, want er zijn hoge plaatsen bij betrokken. Ja. En dan zeg ik altijd: ik zeg niet dat het Openbaar Ministerie er helemaal bij betrokken is of de hele politie. Er werken geweldige mensen bij het Openbaar Ministerie. Er werken geweldige mensen bij de politie. Er zijn individuen mm -hmm. die erbij betrokken zijn. Maar je wordt in een hoekje geplaatst, ja. Alsof je dan het hele OM en de hele politie... Nee, er zijn individuen bij betrokken, maar er werken ook geweldige mensen. Ja. Dus die nuance ja. is zo belangrijk. Uiteraard. En ik zie te veel mensen die dan alleen maar tegen het systeem aanschoppen, tegen OM, tegen politie. Terwijl er ook goede mensen werken. Dus ik vind dat jammer. Ja. Ja, maar dat is ook... Denk ik toch wel de bedoeling, zoals je zegt. Ja, is ook de bedoeling. Ik, had nog, ik heb nog één vraag ja. voor je, die ik heel belangrijk vind. Um, want, oké, okay, het is waar we <coughs> excuseer, over begonnen zijn. Dat dus jouw ouders niet in het netwerk zitten. Mm -hmm. um, dat is heel ongewoon. Ik heb nog één andermaal met een overlever gesproken. Uh, zij is een... Uh, een, een, iemand in Engeland, en, een lichte uh, dus een ja. huidskleur, voor, uh -huh. een, voor iemand die, uh, met donkere huid eigenlijk, maar licht, lichtkleurig donkere huid. En zij werd gezien als exotisch. Uh -huh. En daarom werd zij van haar familie weggenomen en hetzelfde zoals jij beschrijft, dus ze werd ja. naar die evenementen genomen. Ja. Maar dat was ook voor speciale redenen. Hmm. En ze werd ook voorbe voorbehouden, trouwens, want er was een, uh, dat waren enkele heel belangrijke mensen die interesse hadden. Ja. En zij was tien jaar oud. En jij beschrijft dus ook dat jij uh, zo uh, uitgekozen was. Eerst ja. voor je uiterlijk, daarna voor je gaven ook. Hoe heb jij dan uiteindelijk. Uh, toen jij dat dan uiteindelijk veronderstel ik tegen je ouders gezegd hebt, ja. Ik heb dat pas veel later verteld. Ik heb het pas veel later verteld toen ik aan het verwerken was. En kan je spreken over hun reactie dan daarover? Hmm. Nee, nee. Over mijn familie wil ik liever niet spreken. En dat komt uh, binnen mijn familie is het, uh, laat ik zo zeggen, binnen mijn hele familie zijn er mensen die me ongelooflijk ondersteunen. En uh, die begrip voor me hebben, maar er zijn ook mensen die het er heel moeilijk mee hebben. En um, ja, dat blijft een lastig punt. Dat <laughs> blijft een lastig punt. En dat, uh, en dat, bedoelde, ik, dat bedoelde ik net. Hè, wat we doen, dat kost. Daar um, nou offer je dingen voor op. Ja. En, um, en ik vind het niet fijn. Dat ik mijn familie hè, hiermee moet confronteren. Mm -hmm. Maar het voelt alsof ik ook geen keuze heb, omdat ik dit moet doen. En dus ja, ik, er zijn mensen die me geweldig steunen en er zijn mensen die het heel moeilijk hebben en uh, die er misschien niks van willen weten. En dat is gewoon heel lastig en dat blijft lastig en, uh, en het blijft ook een moeilijk punt. En ik heb altijd gezegd: ja, als het echt aan het licht komt, dan. Uh, is ook dat probleem weer opgelost, denk ik. <laughs> okay. Nee, maar je blijft dus... Het is gewoon niet makkelijk, weet je? Mm -hmm. en, en we hebben ook allemaal een privéleven. Mm -hmm. En ik hou zielsveel van mijn familie en we hebben ook een sterke band. Maar het is wel ingewikkeld, ja. soms. Is er nog iets dat jij zou willen, waar jij over zou willen spreken voordat we sluiten? We hebben natuurlijk maar heel weinig aangestipt van wat er gebeurt in het netwerk. Maar het is misschien ook niet nodig om alle details te noemen. Om, om, hè, om, om te zeggen wat er gebeurt. Het is algemeen bekend, denk ik. Maar ik denk dat. het, le het, het moeten leven in zo'n wereld. daar kan een doorsnee mens zich geen voorstelling van maken. Zoveel duisternis, zoveel. Ik heb daar kanten gezien van een mens. waarvan je echt denkt. dat het, nou ja. dat het de duivels zelf waren, bij wijze van spreken. Dat je zo. dat mensen kinderen dit kunnen aandoen. en dat. dat ze één bloedbad aanrichten en dat ze ervan genieten. En dat is. een kant en dat is ook een ervaring. Die altijd bij je zal blijven. Die, 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 je, die je nooit kan vergeten. Dat, mm -hmm. dat er mm -hmm. zo'n kant aan een mens zit. Ja. Dat ze die er heel normaal uitzien. Die zelfs die geliefd hun, zijn door het die publiek. met hun pak naar hun werk gaan. En ja. die op een hoge plaats positie zitten. En dat ze... Hè, en het zijn niet alleen maar hoge plaatsen. Zit natuurlijk ja. een, het is een hiërarchisch ja. systeem. Dus ja. er zijn ook mensen die niet op hoge plaats positie ja. zitten. En dat... Het zijn het Jekyll en Hyde, is ja. het gewoon. En dat ze kunnen switchen en dat je dan een kant ziet waarvan je eigenlijk in het gewone leven het bestaan niet van kent. Ja. En, en toch um, vaak zie ik op het gelaat van iemand dat er iets helemaal mis zit. Mm -hmm. Tuurlijk. Maar weet je, laten we eerlijk zijn, uh, we kunnen... Goed mensen lezen. Maar ik denk dat als wij het kunnen zien, uiteindelijk dat iedereen het zou kunnen zien. Als er veel meer bewustzijn is. Ja, er is natuurlijk eerst bewustzijn. Maar, ja. maar ik denk, ik, heel, ik, ik maak toch wel af en toe mee dat ik echt wel weet dat iemand gewoon deel uitmaakt van zo'n netwerk. Alleen al door zo iemand te observeren. Ja. En zo iemand, ik heb dan geen bewijzen, maar ik weet ja. gewoon aan. Ja. Als je kijkt naar de energie, naar de uitstraling, naar de. Dus, de stemgebruik dat je weet je gewoon you're one of them mm -hmm. je kan er niks mee nee. <laughs> maar ik weet het wel alleen we moeten ook niet doen ik heb nog steeds vertrouwen in het goede en ik vind nog steeds dat we dat er een mooie wereld is maar die mooie wereld en die ontwikkeling die kan pas koop tot stand komen als dit is opgelost ja, want dit is een daar. staande weg dit houdt de ontwikkeling tegen ja. Op aarde, daar geloof ik in. Absoluut. Dus als dat opgelost is, ja. dan komt er een enorme boost aan, aan groei, aan bewustzijn, aan spiritualiteit. Aan, aan, en daarom is het zo belangrijk, ook belangrijk. natuurlijk voor de kinderen, maar het is ook belangrijk dat dit uit de weg geruimd wordt nu. Absoluut. En dus ja, hè. want het is de kinderen, het is dit, het is ook het behoud van de democratische rechtsstaat, laten we eerlijk zijn. Hè. Het is belangrijk dat het allemaal opgelost wordt. Dus we hebben een uh, nou, groot doel. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Het is een, een eer van er, van er deel van uit te maken. Ja, en ik denk dat iedereen die hiermee bezig is. Ik zeg het ook altijd tegen andere slachtoffers. Hè, die zeggen dan wel eens ja, maar jij, ja, jij geeft dan lezingen en je doet dit en je doet dat. En dan zeg ik, iedereen is belangrijk. Alle schakels. Mm -hmm. We zien elkaar niet, maar iedereen die hier aan bijdraagt, of het nou journalisten zijn die hierin duiken, slachtoffers of overlevers, of, of uh, iedereen die hiermee bezig is en die zijn nek uit durft te steken, of die zijn mond open durft te doen, of die, hè, ook journalisten hebben het soms moeilijk, hè, die hiermee bezig zijn. Ja. Iedereen die hiermee bezig is, is belangrijk. Ja. En het maakt niet uit of je rol groot of klein is, alles is belangrijk, alles. Mm -hmm. Dus ik vind het gewoon uh, belangrijk dat mensen dat ook weten. En uh, sommige mensen geven dan de moed op. Ik zeg, ja, we, en dan zeg ik altijd, je ziet, niet, je ziet het niet, maar we zijn allemaal schakeltjes en we zijn allemaal een ketting. Nou, er is zoveel gebeurd in de tien jaar dat ik uh, publiek ben. Is Er zoveel veranderd. Ik weet niet of dat, jij ja, dat ook gemerkt hebt, maar zoveel meer openheid. Ja. En ik voel ook dat we ergens, dat we op een punt staan hier. Dat eigenlijk een knooppunt is. Uh, ja. Belangrijk. Daar gaat. Daar gaat... En dat is ook waarom de daders het heel vervelend vinden. En ze voelen aan dat er, uh, dat er heel veel aan gaat zitten komen. Dat is gewoon een feit. En, <laughs> en, uh, nou, they're the losers. Ik denk, wat zeg je? Zo, so, er was uh, heel veel mensen bij, horen bij het netwerk, omdat ze dan winners, de winners, de macht, de winners. Ja, ja, ja. Maar nu, uh, ik denk ze dat dat dan. Het, aan het, aan het, aan het uh, ...geschuiven is ja, en is dat er heel veel mensen in het netwerk ja. zich al voelen... ...dat ze eigenlijk aan de verliezende ja. kant ja. staan, weet je. En ik geloof echt dat het, uh, dat het de bedoeling is, daar ben ik heilig van overtuigd... ...dat uh, deze kanteling gaat komen. Ja. En, en dat is ook de reden waarom we gewoon door blijven gaan. Ja. En ja, weet je, straks, oké, okay, het is heel moeilijk geweest... ...maar ik zeg ook wel eens een voorbeeld... ...vroeger werd ook de holocaust niet geloofd. Ja, echt? Echt niet. Vroeger werd de holocaust niet geloofd door oh. mensen... Oh. En ik, dat is hier ook mee, steeds meer mensen gaan het begrijpen. Maar het blijft, het blijft gewoon een ingewikkelde materie, het blijft het gewoon, het is ingewikkeld. Maar ik denk echt, ik ben heel erg positief om uh, door te gaan. En jij ook volgens mij. Absoluut. Toch? <laughs> ja. Dat is echt heel fijn van... Uh, ja. Ik denk dat we veel met elkaar in gemeen hebben. Ik denk het ook, ja. Het is jammer dat we zo ver van elkaar vandaan wonen. Ja, op dit ogenblik is het goed. Nu niet? Nu ik in de VS ben, is het natuurlijk anders. Dus dan is het inderdaad heel leuk. Omdat ik, ja, het is gewoon leuk, fijn om ook met iemand te spreken die exact weet waar je mee bezig bent, die dezelfde dingen doet, maar ook. Nou ja, ook wij hebben aan een half woord genoeg natuurlijk uh, waar we tegenaan lopen. Ja. En omdat we ja. toch een beetje in dezelfde fase zitten ja. wat we doen. En, Inderdaad. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ja. Dus uh, we moeten alleen nog heel veel, ja, gewoon dappere mensen hebben in de journalistiek. Er zijn al een paar dappere, maar er kunnen nog veel meer bij. <laughs> en ook, maar ook in de GGZ, er zijn zoveel behandelaartekorten. Er zijn hele goede, maar er moet veel meer. Dus ja. Oh, ik spreek ook eens met hulpverleners, dat doe jij ook, hè? Die, ja. Die, uh, ja, die willen ook vaak informatie hebben. Dus dat is ook heel belangrijk. Ik wil ja. ook zo graag dat, dat slachtoffers, overlevers, dat die een goede behandeling krijgen. Uiteraard. En daar moeten, moeten ze kennis van, voor ja. hebben. En dus, ja, wij doen hetzelfde. Hulpverleners. Um, informeren, zeg informeren. ik altijd. Het is gewoon informeren. Mm. Mm. Het is gewoon, ze lopen, Opleiden. Ze, ze lopen tegen dingen aan... Uh, wat lastig is als je er niet zoveel mee te maken hebt gehad. Ja. Je krijgt natuurlijk niet uh, in een jaar tijd verschillende cliënten hiervan. Zo werkt het niet vaak. Dus het is belangrijk dat die informatie er uh, gedeeld wordt en uh, dat ze het daardoor uh, wat meer begrijpen. Want soms zijn ze ook zoekende. En ik, ik vind het heel dapper dat, ze, dat er steeds meer mensen interesse in gaan tonen. Absoluut. Dus we gaan gewoon verder op onze weg. Ja, we gaan gewoon verder, toch? En voor nu wil ik je heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. Het, echt heel uh, knap. Heel fijn gesprek. En, ja, het is heel... altijd te kort, hè? Over dit onderwerp kan je wel tien uur praten. Absoluut. Maar we, moeten we moeten het samenvatten. We moeten het samenvatten. Maar wij gaan privé nog veel meer praten. Ja, 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 ja. Zeker, wel, zeker wel. Maar ik wil je heel heel erg bedanken. Ja, graag dat je hier naartoe gekomen bent om dat te doen ook, hè? want uh, dat was toch deel van je reden ja, van naar uh, de ja. Verenigde Staten te komen. Ja. Echt heel knap. Um, heel blij van wat tijd met je te hebben doorgebracht ja. en van je beter te leren kennen. Ja, nou, dat was zeker, vond ik ook heel leuk. En heel erg bedankt dat je dit hebt willen doen met mij. Graag gedaan. Dankjewel. En jij bedankt voor de uitnodiging. Mijn plezier. Dankjewel. Okay.